12 november 2018. Dat is een samengestelde ordeschomende vergadering waarbij zowel de stukken van mensenmaatschappij en ruimtelijke ordening en openbare werken met elkaar worden verweven. Ik heet in het bijzonder welkom de heer Sluiters, Boy Sluiters, namens de fractie van de Volkspartij, die vanavond zijn eerste optreden heeft als burgerraadslid. Welkom in ons midden en ik wens u een hele mooie periode toe. Dat brengt mij bij het vaststellen van de agenda. Er zijn geen opmerkingen of suggesties binnengekomen. Heeft iemand alsnog een voorstel om iets te wijzigen aan de agenda? Zo niet, dan danken wij de griffier voor het opstellen daarvan en dan houden wij het ongewijzigd. Dan komen we bij het spreekrecht voor de burgers en daar heeft ook niemand zich voor aangemeld, dus dat kunnen we hiermee als afgesloten beschouwen. We komen bij de besluitenlijst van 10 oktober van dit jaar. Wie heeft daarover opmerkingen te maken? Pagina 1, 2, 3, 4, 5, 6. Er zijn geen voorstellen vooraf binnengekomen. Ik neem aan niemand. Mag je dat zo met u concluderen? Meneer Thuis? Nee? Oké. Okay. Dank u wel. Daarmee zijn die notulen vastgesteld. Ondank aan de griffier. Dan komen we bij het vragenhalf uur. We hebben 1, 2, 3, 4, 5, 6 vragen, waarvan 3 van de Volkspartij, kan er niet wat minder. En eentje van D66 en 2 van Gewoon Lokaal. Ik geef als eerst het woord aan de heer De Neve, die wil spreken over een dakopbouw. Meneer De Neve, ga uw gang. Ja, voorzitter, dankjewel. Ja, u kent mij als een man die de rol van volksvertegenwoordiger zeer serieus neemt. De fractie van de Volkspartij is bij naam via mij benaderd door de heer J.V. van der Zet. Geranumstraat 5 al hier. Die heeft heel veel briefwisseling gehad, veel contact gehad met de leden van het college over een dakopbouw. Die dakopbouw zou volgens meneer van der Zet niet aan vergunning onderplichtig zijn. Maar kijk, moet ik de achternaam wel noemen of niet? Oké. Okay. En volgens het college moet hij dat gaan slopen. En ik wil graag aan het college vragen of er een coulance mogelijkheid is, of die echt moet slopen, of die buiten de vergunning is gebouwd. Tot zover, voorzitter. Dank u wel, meneer Neven. Dan krijgt mevrouw Baarmans als portefeuille het woord. Voorzitter, dank u wel. Ja, ik vind het zelf ook heel vervelend en heel spijtig dat mensen die zo zeg maar doorzetten, dat die dan toch hun spullen af moeten breken. Ik vind dat ook vervelend, maar ik zal even het officiële antwoord geven. Hij is inderdaad, meneer De Neve, u dacht het al, geplaatst zonder vergunning en in afwijking van hetgeen is uitgelegd door de medewerker vergunningen. In maart 2016 is dat geconstateerd. Het is zo dat de dakopbouw op de perceelsgrens naar de buren te hoog is. Die is 5 meter, maar je mag maar 3 meter zijn. Dan wordt geconstateerd dat er in strijd is met bestemmingsplan. Dat er niet voldaan wordt aan de regels omtrent de helling. Hij voldoet ook niet aan de kruimelgevallenregeling. Geconstateerd wordt dan dat de dakopbouw niet kan worden gelegaliseerd. Heel spijtig. Er zijn daarna 3 brieven gestuurd naar meneer. 3 gesprekken, waarvan inderdaad veel met het college. En er is uitleg gegeven over waarom het niet kan, een aantal malen. Het kan echt niet. Het zou voor precedentwerking zorgen als we het wel zouden toestaan. We hebben echt geprobeerd om het wel er doorheen te krijgen. Ik vind het ook heel vervelend. Dank u wel, mevrouw Baarmans. Voldoende, meneer De Neve? Blijft u bestaan, mevrouw Baarmans? Dank u. Ja. Een vraag van meneer Sluiters over WVS aanwezigheid raad. Sluiters. Dank u wel, voorzitter. Woensdag 31 oktober zijn wij met een aantal raadsleden naar een gezamenlijke raadsbijeenkomst voor alle West-Brabantse gemeenten geweest in Bergen op Zoom, in het oude gemeentehuis. Daar hebben wij onder andere gesproken met de WVS. En de WVS liet daar zien wat voor mooi werk ze doen. Hier werd door onder andere verteld wat zij dan precies deden. En de WVS gaat ook een aantal open dagen houden.
Door middel van een estafettestokje wat ik heb meegenomen, wil ik dat aan de raad aanbieden. Eens even kijken. De WVS heeft mij daarom een estafettestokje gegeven waarin een uitnodiging zit met datums wanneer de WVS rondleidingen geeft op een van hun locaties. In de bijlagen, die heb ik ook in het stokje gedaan, zit die uitnodiging. Graag zou ik dit estafettestokje, inclusief uitnodiging tijdens het vragenhalf uurtje, dus nu aan willen bieden aan de voorzitter. Zodat de raad deze over kan nemen. En dat jullie ook gebruik kunnen maken van de mooie rondleidingen en het werk wat de WVS doet. Dat was hem. Dank u wel. U gaat het nu aanbieden? Ja. Ik geef dat tegelijk door aan de griffier, want die is onze alwetende en die gaat dat zeker op een hele goede manier naar de raadsheid brengen. Dank u wel, meneer Sluiters. Zij gaat het aluminium stokje digitaliseren. We zijn heel benieuwd. Ja, ik ook. Oké. Okay. Dank u wel. Nog een vraag van de heer Sluiters. Gaat over de ijsbaan op de Westdam. Meneer Sluiters. En die vraag gaat eigenlijk worden behandeld door mevrouw Baakman, de sportverhouder. Ik zou de wethouder willen vragen, nu de ijsbaan verplaatst wordt van de markt naar de Westdam, of dat de markt tijdelijk weer open kan om de parkeerdruk te verminderen. We missen ongeveer 60 parkeerplaatsen straks op de Westdam. En misschien dat het dus een idee is om de markt tijdelijk weer open te openen, zodat de auto's er weer doorheen kunnen rijden, maar ook kunnen parkeren aan één strook. Dank u wel, mevrouw Bijbons. Voorzitter, nogmaals dank u wel. We zijn nog steeds, meneer Sluiters, met de vergunning bezig. We krijgen nu adviezen van alle deskundigen. En zodra die vergunning wordt afgegeven, wordt gekeken naar inderdaad een verkeerscirculatieplan. Maar de markt open is toch een probleem. Er zijn geen parkeervakken. Voor extra toezicht moet dan capaciteit ingeruimd worden. De permanente terrasuitstallingen die er nu zijn, zouden dan een belemmering zijn. En het zou dan 6 tot 8 plaatsen opleveren. Plus dat er een nieuw verkeerscirculatieplan gemaakt moet worden. We denken dat dat problematisch wordt, maar we zijn er nog mee bezig. Dus verder kan ik daar nog niks over zeggen. We zijn nog met de vergunning bezig. Sluiters, dat voldoende voor u? Nee, dus er wordt nu al gekeken van, stel dat je gaat parkeren, dan krijg je alleen maar 6 plaatsen extra. Je zou niet bijvoorbeeld met tijdelijke beleiding of wat dan ook op de markt nog meer plaatsen kunnen creëren. Voorzitter, sinds de markt gesloten is, zijn er natuurlijk allerlei andere dingen voor in de plaats gekomen. Bijvoorbeeld die fontein, daar kun je ook al niet staan. We hebben het snel even bekeken vanmorgen en we kwamen uit op 6 tot 8 plaatsen. Maar we zijn er nog mee bezig. Want het is eigenlijk weinig, zeg maar, om zoveel moeite te moeten doen. Weinig plaatsen bedoel ik. Meneer Sluiters? Dan wachten we de antwoorden af wat eruit komt. Dank u wel. Dank u wel, voorzitter. Dan komen we nu bij een vraag van meneer Van der Spelt van D66... met betrekking tot het oude postkantoor in de Geert Vinkestraat. Meneer Van der Spelt. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, aan het oude postkantoor in de Geert Vinkestraat, een historisch, architectonisch en beeldbepalend gebouw, zijn een verandering aan de voorgevel aangebracht. Het ornament boven de ingang is verdwenen en er blijkt nu een groot wit kruis op een gladde, bruin-grijze kleur achtergrond boven de toegangsdeur. Wat wij vragen aan het college is, voor deze verandering van de voorgevel door de gemeente toestemming gevraagd? Of aan de gemeente voor toestemming gevraagd? B, is die verkregen? Of
Heel cru gezegd hebben we hier te maken met verminking van een beeldbepalend oud pand in Steenbergen. Zoals in het verleden helaas ook is voorgevallen bij andere panden. Dus voorzitter, dus een aantal vragen van is er toestemming gevraagd? Is het verkregen? Wat gaat u doen om deze verminking terug te draaien? En welke argumenten, dat is misschien wel de belangrijkste, zijn bepalend geweest om dan wel of geen toestemming te verlenen voor deze aanpassing? Dank u wel. Dank u wel, meneer Van der Speelt, portefeuille, mevrouw Barbels. Krijg niet van niks. Staat hij? Ja. Voorzitter, ik wil allereerst zeggen dat ik echt blij ben met die vraag. Ik ben blij dat wij samen letten op ons, dat meen ik echt, op ons cultureel erfgoed. De situatie is bij ons bekend. De toezichthouder heeft contact gehad met de eigenaar, omdat voor het plaatsen van het kruis een vergunning nodig was. Die had hij niet aangevraagd, maar middels een brief is alsnog een vergunning aangevraagd. En hij wist niet dat hij daar een vergunning voor moest aanvragen. Maar we kunnen de eigenaar niet verplichten om het ornament te behouden, omdat het pand geen monumentenstatus heeft, helaas. Alleen met een monumentenstatus kunnen we zo'n situatie voorkomen of een eigenaar verplichten om de oorspronkelijke situatie te herstellen. Maar het is niet allemaal treurnis. We hebben het al in gang gezet door aan onze medewerker erfgoed te vragen om contact op te nemen met de eigenaar en om te kijken of we het inderdaad terug kunnen brengen. En ik hoop dat dat lukt. Ik hou u op de hoogte. Fijn, dank u wel. Wij mogen dat als opschrijvers toezeggen, ja, maar ja, graag. Ja, ja, zeker. Dat was blijvende vraag, dus ja. Goed, dan een vraag van gewoon lokaal, mevrouw Abrecht, over het onderwerp ondermijning. De burgemeester is niet aanwezig, maar mevrouw Le Polder neemt waar. Dank u wel, voorzitter. Het onderwerp ondermijning, het woord gaat sowieso denk ik het woord van 2018 worden, want we horen het aan alle kanten. Vaak gaat het alleen over ondermijning op hoog niveau. En met ondermijning bedoelen we dan natuurlijk de vermenging van de onderwereld met de bovenwereld en hoe kunnen we die tegengaan. Toch had ik laatst een gesprek met iemand van een vereniging die mij aangaf van ja, wij worstelen hiermee. Want ook wij hebben wel eens te maken met mensen die zich melden als sponsor, waarvan wij denken van ja, wij hebben niet het idee dat jouw financiën uit al te, hoe zal ik het zeggen, malafide of bonafide kadalen komt. Dus, maar ze zeggen, ja, er zijn ook vaak mensen die wel verbonden zijn aan onze club. En daar ga je niet zomaar tegen zeggen van, we moeten jouw geld niet. Dus dan zitten wij allerlei moeilijke constructies te verzinnen. En ik hoor dat bij verschillende verenigingen. En dan denk ik, dat is ook aan een raad en aan, aan mensen die daar toch beleid op moeten maken om dit wel mee te nemen. Dus mijn vraag is dan ook eigenlijk heel concreet, is het mogelijk om de verenigingen te ondersteunen bij het voorkomen van ondermijning binnen hun clubs? Mevrouw Le Polder. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik vervang in deze inderdaad de burgemeester. Ik kreeg door dat het in ieder geval een aan te bevelen is om voor alle vrijwilligers een VOG aan te vragen. Ja, ik begrijp nu dat het met name ook gaat om sponsoring en dergelijke. Zelf mogen wij geen onderzoek doen, ook in verband met privacyregels naar personen. Maar ter plekke, ik heb dit niet met de burgemeester afgestemd, maar ik zou me kunnen voorstellen dat we eens kijken of we ook een keer een themaavond voor sportclubs kunnen organiseren over dit thema. Want hoe ga ik hiermee om? In de lijn met dezelfde avond die we ooit ook voor Agrarius hebben georganiseerd. Ondernemers was dat in dit geval, was breder dan alleen agrariërs. Dus ik, nogmaals, ik heb dit niet met hem afgestemd, maar ik ga dit wel met hem bespreken of zoiets mogelijk is. Om in ieder geval de verenigingen gewoon wat tips, waar moet ik op letten en al dat soort dingen. Want we kunnen het niet van ze overnemen, we kunnen ze alleen wel proberen weerbaarder te maken. Fabrice. Dank u wel, voorzitter. Nou, ik denk dat de voorzitter van de raad dit een buitengewoon goed idee gaat vinden. Dat hij absoluut over gaat nemen. Dus hartelijk dank voor deze toezegging. En ik hoop inderdaad ook, want de mensen worstelen daarmee. En ik begrijp dat ook heel erg goed. Niet alleen sportclubs trouwens, maar iedereen die te maken heeft met sponsoren. Dus lijkt me een goede zaak. Dank u wel. Dank u wel. We noteren deze toezegging ook weer. Dan blijft u maar staan, mevrouw Abrecht. Want gewoon lokaal heeft ook een vraag over uitlodingsprocedures voor scholen. Portefeuillehouder, wethouder Krook.
Ja, dank u wel, voorzitter. Het is eigenlijk een hele recht toe, recht aan vraag. Het kwam ons ter oren dat het Ravelijn, het Zuidwesthoekcollege en de Steenspil bezig zijn om tot een uitlotingsprocedure te komen. En wij vroegen ons af of het college hiervan gehoord had en hoe het hier tegenover staat. Wethouder Krook, vervanging voor wethouder Prent. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, het college heeft op dit onderdeel nog geen standpunt ingenomen, maar het wordt over 2 weken wel besproken tussen het college of tussen de wethouder met de schooldirecteuren lokaal. Dus dan komt het op de tafel en daarna krijgt u meer informatie. Dank u wel. Deze toezegging wordt genoteerd. Dan zijn we door het vragenhalf uur. Dat heeft geen half uur geduurd, dat valt mee. Dan komen we nu bij het volgende agendapunt. Dat betreft de wijziging van de verordening op de werkgeverscommissie. De raad is hier op dit onderwerp bevoegd via de werkgeverscommissie overigens. De werkgeverscommissie verzoekt de gemeenteraad de verordening aan te passen. De enige aanpassing betreft de rol van de burgemeester. Na vaststelling van de verordening wordt de burgemeester adviseur van de werkgeverscommissie. Daar heeft de werkgeverscommissie zelf positief over geadviseerd. Wie mag ik hierover het woord geven? Niemand. Mag ik dan met u dit als hamerstuk noteren voor de komende raadsvergadering? Dank u wel. Dan komen we agenda punt 7, de afvalstoffenverordening 2019. Daar is de portefeuillehouder wethouder Baartmans. De gemeenteraad wordt verzocht de afvalstoffenverordening aan te passen. Dit is nodig vanwege de wijziging van het inzamelbeleid en de nieuwe hoofdinzamelaar. Wie mag ik daarover het woord geven? Ik kijk even rond, de heer De Neven en de heer Van der Spelten in die volgorde. Oh, meneer Stoeldraaier ook? Ja, zeker. Nogal van het. Ja, we doen het toch in die volgorde, is dat goed? We beginnen bij de neven. Ja, voorzitter. Afvalstoffenverordening. Ook hier is de fractie van de Volkspartij benaderd door zeer sympathieke vrijwilligers in Dinteloord. Die zouden zo graag textiel willen ontvangen. Die mensen doen belangeloos heel veel goed werk en hier lopen ze en we hebben de mond vol dat cement van de samenleving zou zijn en ze krijgen niet bepaald van medewerking. We zouden graag willen weten of textielinzamelen een alleenrecht is voor de kringloper. Is dat nou de marktwerking die wij voorstaan? Zijn er meer goede doelen die schade ondervinden? En van de Volkspartij is benieuwd naar het standpunt van het college hierin. Dit is een stichting Dintelkat, het is een stichting zonder winstoogmerk. En die krijgen iedere keer nul per kerst. We zouden graag als Volkspartij zien dat ze een eerlijke kans zouden krijgen om ook hun inkomsten op een eerlijke, correcte manier, niet met ondermijning, te vergaren. Dank je wel. Dank u wel, meneer Van der Spelt. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, zoals vaak moeten sommige dingen in de loop der tijd herijkt worden. Niet alleen door gewijzigde wet en regelgeving, maar ook door veranderende structuren. En dit is nou weer zo'n verordening. Logisch natuurlijk, niet alles kan en zal bij het oude blijven. Daarom heeft D66 op zich geen moeite om akkoord te gaan met deze verordening. Echter, voordat wij positief besluiten, willen we nog een aantal antwoorden van de wethouder hebben. En willen we dit ook terugnemen naar onze achterban. Dus op voorhand, wij willen dit graag doorgeleiden als discussiestuk naar de besluitvormende vergadering. De volgende vragen. Het gaat over de verenigingen. Iedereen weet dat het vuil ondertussen gescheiden moet ingezameld worden, aangeleverd worden door onze inwoners. Alleen de verenigingen hebben die mogelijkheid momenteel nog niet. Die moeten alles nog in één bak gooien. En ja, dat strookt niet helemaal wat wij vinden, hoe wij verantwoord om moeten gaan met onze afval. Daarom ook een aantal vragen hierover. Van, wilt de wethouder zorgen dat de verenigingen hun afval net als de inwoners gescheiden kunnen aanbieden? Daarbij komt bij, de verenigingen hebben ook nog een redelijk wat bezuinigingen meegemaakt de afgelopen paar jaren. De inwoners moeten betalen voor het scheiden van afval. En dan was eigenlijk de vraag van D66 van, joh, als je toch gescheiden afval bij de verenigingen wil doen, mogen zij dit dan gratis aanbieden? En dan nog een laatste vraag over
de locaties van aanbieden. Momenteel is er aan de oostkant van Dinteloord geen glasbak. Daar zou er eigenlijk eentje bij moeten. En daar willen we eigenlijk graag een reactie van het college op. Dank u wel, tot zover. Dank u wel, meneer Van Spelt, meneer Stoeldraaier. Dank u wel, voorzitter. Bij deze afvalstoffenverordening kon ik lezen dat er geen financiële consequenties zijn. Dus dat is al mooi meegenomen, dat is lekker. In de verordening staat een hele opsomming van de afvalstoffen. In die opsomming staat ook grof huishoudelijk afval. In de Milieustraat kan ik geen bak vinden die grof huishoudelijk afval heet. Er staat wel een bak met een bord brandbaar. Bedoelt het college met grof huishoudelijk afval de bak brandbaar? En die bak brandbaar, dat is volgens mij net het grote probleem. Al het afval waar geen bak voor is, verdwijnt in die bak brandbaar. Dus kozijnen met glas, hard geworden zakken cement, bankstellen, alles wordt in die bak gegooid. In de antwoorden op de artikel 40 vragen van Gewoon Lokaal konden we lezen dat die bak bijna 2 ton per jaar kost. Ik zou de lijst met de scheiden afvalstoffen wat betreft dit punt verder willen uitsplitsen. Is het college bereid dat te doen? Ik heb ook begrepen dat er op dit moment in de Milieustraat geen plek is voor uitbreiding om nog meer bakken weg te zetten. Ik hoop natuurlijk dat die uitbreiding niet lang op zich zal laten wachten, zodat wij nog beter ons afval kunnen scheiden. En mijn indruk is dat de Steenbergenaren gewetensvol met het afval omgaan en naar harte lust scheiden. In de tijd tussen het realiseren van de nieuwe Milieustraat zou ik geen tijd en geld steken in het herinrichten van de huidige Milieustraat. Is het college dat met de PvdA eens? Die medewerkers van de Milieustraat, dat zijn prettige, behulpzame dienstverleners die betrokken mogen worden bij de inrichting en eventuele herinrichting van de Milieustraat. Zij kunnen veel informatie verschaffen over wat er zoal in die bak brandbaar bijvoorbeeld terechtkomt. Hoe kijkt de wethouder hier tegenaan? Of het college hier tegenaan. Want ik denk ook dat het belangrijk is dat alle betrokkenen of alle medewerkers van het gemeentehuis betrokken worden bij dit soort zaken. Tot zover. Dank u wel, meneer Stoeldraaier. Dan komen we bij mevrouw Waakmans, die gaat deze prangende vraag beantwoorden. Ik ga dat tenminste mijn best voor doen, voorzitter. De heer De Neve over de textielinzameling. Volgens de verordening mag 4 keer per jaar een ander textiel inzamelen. Dus een ander dan de kringloper. Die moet dan wel caritatief zijn, dus voor een goede doel. En die moet een CBF-keurmerk hebben. Vraagt u me niet wat dat is? Die moet een CBF-keurmerk hebben. Een keurmerk hebben. Dus Dintelkat zou ook in aanmerking moeten kunnen komen voor... voor deze inzameling. Staat in, trouwens in artikel 3, lid A. Voorzitter, de D66, de verenigingen die zitten inderdaad niet in die regeling, nee. Ze betalen ook geen afvalstoffenheffing, dus ze hoeven daar ook niet voor te betalen. Ze zitten er ook niet in. Als je ze in de gelegenheid zou stellen, voorzitter, vindt het college dat dat een vorm van subsidie is. Het is nu dus de eigen verantwoordelijkheid van verenigingen en scholen, overigens, vallen ook niet onder de regeling. Dan nog even de glasbak, we hebben naar gekeken. Er staan er in Dinteloord 3.
eentje in West en twee in het midden van het dorp. En de langste afstand is in vergelijking met andere kernen ongeveer hetzelfde. Dus niet vreemd. Dus als we gaan uitbreiden in Dinteloord, zullen er waarschijnlijk ook andere kernen komen die ook willen uitbreiden. En dan gaan we weer geld kosten. Dat is het antwoord aan D66, voorzitter. En die gaat erop interroeperen. Ik hoor het. Ja, ik denk dat pak ik gelijk maar de tweede termijn erbij. En via een interruptie, anders moet ik weer vragen gaan stellen. Dat gaat deze keer net zo makkelijk. Is het wellicht een optie? Er staan er inderdaad drie, waarvan twee in het midden dicht bij elkaar. Zou het niet een optie zijn om daar eentje van op te pakken en in het oosten weg te zetten, zodat het beter verdeeld is over de kern? Wethouder Bijbelans. Voorzitter, daar wil ik natuurlijk naar kijken of dat inderdaad een betere verdeling tot stand brengt. Moet ik wel zeggen dat in het midden alles bij elkaar komt, hè? Dat is altijd zo. Meneer Van der Spelt, naar uw gang. Dank u wel. Nee, fijn dat u dat in ieder geval doet. Even over de verenigingen, over de... Wat kan eventueel het college doen, zodat ook gescheiden inzamelen onder de verenigingen van het verenigingsafval, laten we het zo maar noemen, bevorderd gaat worden? Want dat is natuurlijk nou niet het geval. Nee, maar ja, voorzitter, als ze dan in die regeling willen vallen, dan kost het wel afvalstoffenheffing. Ik weet niet of verenigingen daarom zitten te springen. Oké, dank u wel. Dank u wel, mevrouw Barmans. Ik kijk nu even rond. Nee, ik moet nog... Oh ja, zeker. Ja, u heeft gelijk. Goed, dank u, even gecorrigeerd. Nou, nee, ik zag meneer Stoelgaan en dacht, oh ja. U had het eigenlijk over het scheidingsgedrag, denk ik, hè, wat u bedoelt. Over dat brandbaar. Ja. Het scheidingsgedrag. Voorzitter, daarom is het ook zo belangrijk dat die Milieustraat inderdaad wordt uitgebreid. En de onderzoek is bijna af, dus het komt eraan. U heeft pas nog dat pand Renessestraat aangekocht. Dus ik heb een hele mooie tekening gezien van hoe we het straks gaan doen. En er komt er echt veel meer ruimte om beter te kunnen scheiden. We moeten beter opletten en we moeten beter scheiden, inderdaad. En dat er nu geen geld aan wordt besteed, ben ik met u eens. En de deskundigheid van de medewerkers wordt niet betwijfeld en zij worden er vanzelfsprekend bij betrokken. Voorzitter, dat was het. Dank u wel. Meneer Stoeldrij, gaat u interroperen of wilt u een tweede termijn hebben? Nou ja, dan gaat u even zitten, zal ik het u even uitleggen. Een interruptie betekent een korte onderbreking, een vragende zin aan de portefeuillehouder of een van de collega raadsleden. Een tweede termijn is gewoon een toelichting op uw vraag en verdere beantwoording. Ja, de wethouder heeft geen antwoord gegeven op al mijn vragen. Dan houden we dan een tweede termijn, dan maken we een rondje. Wil ik graag weten welke dan, voorzitter? Wat zegt u? Een tweede termijn. Ja. Eerst meneer De Neef eventjes. Wil u dat nu vragen? Ja. Ja, en dan de heer... Nee, en daarna de heer Stoelrijer. Meneer De Neef. Ja, voorzitter, de fractie van de Volkspartij, die krijgen eens signalen over... kijk, dan ben ik mijn dingen kwijt, mijn... In artikel 7, lid 1, sub C, daar gaat over de afvalpassen onder onze containers, dat adresgegevens aan gekoppeld zouden zijn. Volgens mij heeft een voormalig portefeuille gezegd dat we dat niet gingen doen. Dat betekent dat nu dat mensen die netjes de afval naar de grijze onder onze container gaan brengen, met het pasje hem open moeten doen, dat nu toch die koppeling zou zijn. Volgens mij is dat strijd wat ooit er is afgesproken. Tot zover. Dank u wel, meneer Stoelrijer. Ik ga uw gang. U heeft het woord. Meneer Stoelrijer, u mag aan de hoofd... Hier natuurlijk, ja. Helemaal aan de leg nou. Dan moet dit weg. Zo gaat het nog lang duren, hè? Wat mij om te doen was, is die grote bak van brandbaar op de Milieustraat. Dat is een verzameling van allerlei andere afvalstoffen die we niet kwijt kunnen, of waarvoor geen bak is. Dat gaat dus een enorme besparing opleveren als we daarvoor wel kunnen scheiden. Dus mijn vraag is dan of in die afvalverordening daar meerdere stoffen in kunnen worden opgenomen die dan op termijn in die andere bakken terechtkomen waar dan wel plek voor is. Alle afvalstoffen die nu genoemd worden in deze verordening, dat zijn allemaal afvalstoffen waarvoor ook nu bakken zijn.
waarvoor nu ook de mogelijkheid is om die op te ruimen. Dus vandaar mijn vraag, kan dan die lijst met afvalstoffen niet uitgebreid worden? Het andere punt wat ik ook nog heb genoemd is dat er tekeningen zijn gemaakt om de Milieustraat nu anders te gaan inrichten. En dat vind ik zonde van de tijd en zonde van het geld om dat te gaan doen. Dank u wel, meneer Stoeldraaier. Mevrouw Barbans, wethouder Barbans. Dank u, voorzitter. Voorzitter, ik ken geen tekeningen van de Milieustraat die nu uitgebreid wordt tot voor het onderzoek. Ik ken alleen de nieuwe tekeningen die de nieuwe Milieustraat, die die situatie weerspiegelen. Dus ik andere tekeningen zou ik echt niet weten. En de bedoeling is, wat ik ook zei in de eerste termijn, inderdaad dat er betere scheiding kan worden, omdat we daar meer plaats voor hebben. Is dat een antwoord op uw vraag? Ja. Ja, ik heb die tekening wel gezien. Dat wel. Dus ze zijn er wel, maar ze bestaan misschien niet. Hier gaat de voorzitter even ingrijpen. Ja, want ik begrijp hier helemaal niks meer van. Zijn er wel of geen tekeningen, wethouder? Voorzitter, er zijn tekeningen van de nieuwe situatie. Dus met de aankoop van de Renessestraat en de uitbreiding. Die zijn bij de raadsleden bekend, begrijp ik. Dat weet ik niet. Nee hoor, nee, oké. Okay. Dan laat ik het hierbij. Dan heb ik het in ieder geval gezegd. Oké? Okay? Ja. Het blijft een mirakel voor mij, maar ik ben voorzitter. Ik mag niks zeggen. Mevrouw Barbans, gaat u verder. Voorzitter, de antwoord op de vraag van de Volkspartij. Volgens ons zijn de gegevens eruit gehaald. Dat is ook toegezegd. Door het vorige bestuur, volgens ons. Die dan even wil interroperen. Voorzitter, ik heb geen derde termijn, dus ik moet interroperen. Ik lees voor uit artikel 7, lid C. De gemeente is bevoegd om toegangspassen voor ondergrondse eenzame voorzieningen te koppelen aan adresgegevens. Staat in dit stuk? Ik heb begrepen dat het wel op wijkniveau mag, maar niet op straat en naam. Ja, maar op wijkniveau mag het wel. Voorzitter, ik zou alvast zeggen dat dit een streekpunt wordt voor de Volkspartij. We komen in de raad een keer op terug. Als ik niet voldoende antwoord krijg, kunnen we terugkomen naar onze fractie. Dank je wel. Dat lijkt me goed. Wethouder, voldoende zo? Ja, ik ga daar vanzelfsprekend uitzoeken. Dat lijkt me goed. Zaak. Prima, dank u wel. Meneer Stoeldraaier, u heeft een interruptie? Ja. Ja, meneer Bestaan, mevrouw Barbons. Meneer Stoeldraaier. Interruptie, een korte vraag. Ja. Ik heb nog geen antwoord gekregen op die vraag of die lijst met afvalstoffen verder uitgesplitst kan worden. Omdat we nu één grote verzameling hebben, grof huishoudelijk afval. En dat daar een uitsplitsing van komt. Daar ging het mij om. Wethouder. Ja, voorzitter. Ik geef nog een keer het antwoord wat ik denk dat het antwoord is. Omdat we de Milieustraat gaan uitbreiden, hebben we straks meer gelegenheid om meer zaken uit te splitsen. Dan wil meneer Stoeldraaier weten of dat een ja of nee is. En dan wordt deze lijst aangepast. Ja. Ik wil vragen dat ik doe de bal van meneer Stoeldraaier. Ja. Dank u wel. Okay. Iedereen is eens met elkaar. We zijn meneer Bali. Ja, onverwachts. Dit gaat even over iets anders, maar D66 kaart net een wezenlijk probleem aan over verenigingen die nu geen afval scheiden. Dat kan echt niet. U gaat interromperen op de wethouder. Die is laatst aan het woord geweest en D66 is al even geweest. Ja. Dat u een tweede termijn moeten pakken. Ja, maar ik mis een antwoord van de wethouder daarop. Ja, maar dan moet D66 erop interromperen, niet u. Hoezo kan dat niet? Ik kijk even naar D66 of die een antwoord missen, maar ik heb daar niks van gemerkt. Integendeel, D66 Oké, okay, nou, dat doen we bij de raadsvergadering, maar ik mis een antwoord, dus vandaar. Ik wacht nog even af, misschien komt het nog. Dat lijkt me een goed idee. En als stelt u de vragen voor schriftelijk aan het college, kunnen ze zich voorbereiden en daar bij de raadsbehandeling antwoord geven. Dan stel ik hiermee vast dat dit onderwerp
besproken is en dat wordt als bespreekstuk op verzoek van D66 en de Volkspartij in ieder geval, en ook de heer Bali, van de PvdA doorsturen naar de gemeenteraadsbespreekstuk. Dank u wel. Dan komen we bij de aanwijzing van de functionaris gegevensbescherming. Dat is een onderwerp voor wethouder Lepolder. Dit besluit is een gevolg van de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de AVG. De Raad wordt binnen deze verordening gezien als gegevensverwerker, dat zijn wij ook, en dient daarom een functionaris, een eigen functionaris, gegevensbescherming aan te wijzen. Wie mag ik hierover het woord geven? Kijk even rond. Niemand van u allen, dan is hiermee dit stuk ook als hamerstuk genoteerd. Dan komen we bij de ingekomen stukken die waarover is verzocht om die als bespreekstuk op deze agenda te plaatsen. Het eerste betreft het ingekomen stuk van 3 september 2018. Dat betrof een raadsmededeling over het cliënttevredenheidsonderzoek. En dat is gedaan op verzoek van mevrouw Abrich van Gewoon Lokaal. En de portefeuille die gaat antwoorden straks is wethouder Krook. Gaat u alvast maar naar de microfoon, mevrouw Abrich. Dank u wel, voorzitter. Dit onderwerp stond al een tijdje steeds op de agenda's, maar door het niet doorgaan van de vergaderingen werd het wat naar voren geschoven. Maar dat neemt niet weg dat het aan belangrijkheid niets heeft ingeboet. Het is namelijk zo dat in mei de fracties van Gewoon Lokaal en de Partij van de Arbeid een motie indienden om een onderzoek te houden naar de klanttevredenheid en de effectiviteit van de jeugdzorg in de gemeente Steenbergen. Dit was de aanleiding van een discussie in de oordeelvormende vergadering, waarbij er onder meer een ervaringsdeskundige, mevrouw Bothof, die maakte daarbij gebruik van het inspreekrecht. Toen wij die motie indienden, toen kregen wij op dat moment tot onze verbazing van wethouder toen nog Van Geel te horen dat de GGD bezig was met een grootschalig tevredenheidsonderzoek. En dit verbaasde ons, omdat hij ons daarover in de oordeelvormende vergadering eigenlijk niets verteld had. Het was desalniettemin wel reden om die motie voorlopig aan te houden. Want als er toch een dergelijk onderzoek gehouden zou worden, waarom zouden wij dan nog een motie in moeten dienen? Vervolgens kregen we in juli een raadsmededeling met een aantal uiteenzettingen over de klachtafhandeling bij jeugdzorg en ook over dat onderzoek en over een ontwikkeling van een instrument. Dat eerder aangekondigde GGD-onderzoek, daar bleek eigenlijk helemaal niet te draaien om het meten van de cliënttevredenheid, maar ging meer over de professionals in het veld en hoe die de onderlinge samenwerking in de keten en dergelijke ervoeren. Wel stond er dus inderdaad in die mededeling dat er een meetinstrument ontwikkeld werd, waarvan de resultaten aan het eind van dit jaar verwacht werden. En verder was de algemene conclusie van die raadsmededeling dat het eigenlijk allemaal wel prima gesteld was met de jeugdzorg in Steenbergen. En dat moesten we dan lezen vanuit de transformatiemonitor die daarbij toe was gevoegd. Nu hebben we die gelezen en we kwamen daarin toch een aantal bevindingen tegen die niet geheel die conclusie dat het allemaal wel prima gesteld was met de jeugdzorg in Steenbergen onderbouwden. Zo lazen we dat de jeugdprofessionals zich onvoldoende toegerust voelden om bij, of nee, de professionals vroegen zich af of de jeugdprofessionals voldoende toegerust waren om bij complexe casussen een juiste hulpbehoefte in te schatten. En ook zagen zij een verhoogd risico daardoor op escalatie en toename van de problematiek door late doorverwijzing en gaven zij aan dat de afstemming in de keten moeizaam is. En laten dat nu precies die argumenten zijn waarmee in der tijd die ervaringsdeskundige van mij, mevrouw Bothof, eigenlijk haar betoog omheen had opgebouwd. Het waren drie redenen waardoor de zorg in haar situatie aanleidingen gaven tot onrust in de thuissituatie en onvoldoende zorg en daardoor ook tegenvallende resultaten bij de cliënt, in dit geval haar zoon, maar ook haar huishouden. Naar aanleiding van dit alles hebben wij een aantal vragen aan de wethouder. Ten eerste, zijn de rapporten die als ingekomen stukken bijgevoegd waren nu degene waar wethouder Van Geel wethouder Van Geel in mei op doelde? En waren die dus het antwoord op onze motie tevredenheidsonderzoek? En als dat zo is, kunt u zich dan voorstellen dat wij dat niet echt als een voldoende resultaat zien van die motie? Is de aangekondigde ontwikkeling van de kwaliteitsmeting daar wel het antwoord op? En hoe staat het daarmee? Kunnen wij de eerste resultaten een deze dagen tegemoet zien, zoals beloofd?
Wordt er bij dit instrument gebruik gemaakt van outcome-indicatoren? En we verwijzen hierbij naar het vakblad Binnenlands Bestuur van november toevallig. In de laatste editie wordt geschreven over de ontwikkeling van dergelijke indicatoren door Utrecht West. Bent u daarvan op de hoogte of bent u bereid daarnaar te informeren? In die editie wordt ook gesproken over een digitale tool die is ontwikkeld door de Algemene Rekenkamer. Met als doel dat iedereen in het sociale domein dezelfde taal gaat spreken, want dat gebeurt nu niet altijd. Is de wethouder hiermee bekend? En als dat niet zo is, wil hij dan zijn best doen om hiermee bekend te worden? Om zodoende Babylonische spraakverwarringen, zoals die de laatste tijd rondom dit onderwerp nogal eens plaatsgevonden hebben, te voorkomen. Een van de voorbeelden is daarbij het woord outcome-indicator, wat misschien door de gemeente Steenbergen heel anders geïnterpreteerd wordt als nu bijvoorbeeld door een gemeente als, of stadsdeel, weet ik eigenlijk niet wat het is, Utrecht-West. We hopen dat de wethouder met zijn beantwoording ons kan overtuigen. En zo niet, dan zullen wij de motie opnieuw aanbieden bij de eerstvolgende besluitvormende vergadering. Tot zover. Dank u wel, mevrouw Abrich. Wethouder de Krook. Meneer Wali. U had zich ook aangemeld? Daar heeft u helemaal gelijk in, meneer Bali. Dan geef ik, u krijgt van mij als eerste het woord. Nu iemand anders ook over dit onderwerp? Niemand, meneer Bali. Ja, dank u wel, voorzitter. Begrijpelijk, hoor. Even kijken. Toen dit onderwerp een paar maanden geleden eigenlijk geagendeerd stond, hadden wij al een vraag. Dus die hebben we gewoon meegenomen naar vandaag. Fijn om te lezen dat een groot deel van de cliënten in onze gemeente tevreden is volgens deze huidige gegevens. Ook de PvdA maakt zich toch wel enige zorgen over de zeer positieve beoordeling. Wij denken ook dat er nog best een paar kinken in de kabels zouden kunnen zitten. Dus wat dat betreft sluiten we aan bij Gewoon Lokaal. Als mede-indiener van de motie zijn we ook heel benieuwd naar de vragen die Gewoon Lokaal heeft gesteld. Dus ik kan Gewoon Lokaal alleen maar bedanken voor deze zeer uitvoerige vragen. Dan kan ik alleen nog maar één punt maken en dat is... er komt een nieuwe kwaliteitsmeting aan het einde van dit jaar, hebben wij gelezen. We hebben wel een aantal vraagtekens bij deze mening, want één doel van deze nieuwe meting is het administratief ontlasten van zorgaanbieders. En het ontwikkelen van zo'n kwaliteitsmeting kost de gemeente geld. En dat mag, geen probleem. Kwaliteit is belangrijk. Maar het zou vreemd zijn als onze zorgaanbieders straks geld kunnen besparen door een nieuwe kwaliteitsmeting betaald door de gemeente. Wat kan de wethouder hierover zeggen? Gaat de vermindering aan de administratieve lasten van de zorgaanbieder ten goede komen aan de cliënt? Of helpt hiermee juist de zorgbestuurder? Dank u wel. Dank u wel, meneer Bali. Meneer Wethouder Krook, aan u de microfoon. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, het antwoord op de vraag of wethouder Van Geel dezelfde rapporten bedoelde als hiervoor liggen, dat weet ik niet. Ik weet niet welke rapporten wethouder Van Geel bedoelde. Maar als je kijkt naar de rapporten die er nu liggen, dat zijn de rapporten 2015, 16 en 17 die wij gebruikt hebben, onder andere het onderzoek om deze rapporten te maken. In 2017 zit daarin een onderdeel, dat noemen we cliënttevredenheid. Dat zit in dat rapport. Dus cliënttevredenheid is daar gemeten. Alleen het hele concept van cliëntentevredenheid zoals het daar gemeten is in de afgelopen jaren 15, 16 en 17 is onvoldoende om daadwerkelijk een goede inschatting te kunnen maken van de geleverde zorg in onze gemeente. Overigens gaat het hier over de zorg die over onze eigen toegang gaat. Dus niet de zorg die bij de zorgorganisaties plaatsvindt, want die hebben hun eigen verantwoordelijkheid als aflegging van de verantwoordelijkheid rondom hun zorg. En die leggen die verantwoording af bij de inspectie. Dus op de vraag van meneer Bali gaat in deze niet op, want wij besparen bij de zorgaanbieders niks. Dit gaat over onze eigen toegang en de zorgverlening aan onze eigen voorkant. Als je kijkt naar de vraagstellingen die nu geformuleerd worden, dan is dat
voor zover ik dat in kan schatten, en er zijn natuurlijk professionals die daarmee bezig zijn, ook landelijke tools en zeer bruikbare tools die ontwikkeld zijn, onder andere voor dit dossier. Lijkt mij, en ze zitten in de bijlage, in de laatste bijlage toegevoegd, lijkt mij een zeer bruikbare set van vragen die nu voorgesteld gaan worden. En met name zijn die bruikbaar omdat die gekoppeld worden aan het hele indicatieproces zoals we dat doorlopen. Cliënten komen ergens binnen, wordt een indicatie gesteld en uiteindelijk is het zo dat de zorg verleend is en wordt er een evaluatie gevormd. In dat hele traject worden cliënten ook nauwgezet gevolgd. Dat is veel ingewikkelder dan de afgelopen jaren gebeurd is. Want er werden gewoon cliënten een brief gestuurd, wilt u meedoen het onderzoek? En vervolgens werden zij al dan niet betrokken of schreven zij zich daarvoor in. Dus nu wordt veel gerichter op cliëntbasis gezegd van nou, wij willen een aantal vragen aan u stellen en daarmee krijgen wij, als het goed is, een veel meer valide uitspraak over de zorg die verleend is. Als het gaat om de kwaliteit van de zorg, want dat hoor ik wel vaker. Als u het heeft over de kwaliteit van geleverde zorg bij ons, onder onze jeugdprofessionals binnen vraagwijze, dan wel in vergelijking met de zorg die verleend wordt in de tweede lijn. Dan is de, ik heb volgens mij in de raadsvergadering ook al aangegeven, dat is de kwaliteit van de groep mensen die zorg verleent exact hetzelfde. Zowel in de certificering, zowel in opleidingsniveau, er zitten psychologen, allerlei professies die dit doen. En daarmee is absoluut de kwaliteit van zorg exact hetzelfde als in de tweede lijn. Een aantal dingen kunnen ze aan de voorkant niet. Bijvoorbeeld het opnemen van kinderen of gezinnen of wat dan ook. Kortom, daar heb je nog altijd een professionele zorginstelling voor nodig. Maar voor de rest, alles wat, die zorg, wat bij ons aan de voorkant zelf gedaan kan worden, wordt ook daadwerkelijk aan die voorkant gedaan. En dat wordt gedaan door mensen die daar zeer voor en bedreven zijn en daarvoor opgeleid en voortdurend geschoold worden. Want dat gebeurt vanuit Spring zeer frequent. Waar is je interruptie? Dank u wel, voorzitter. Ja, ik heb toch even behoefte aan een korte interruptie. Want u zegt wel, ja, die mensen zijn op dezelfde manier geschoold. En dat zal misschien ook wel zo zijn. Maar ik zeg niet dat ze onvoldoende zijn toegerust. De professionals in het veld, die zeggen dat. Want dat staat in die factsheets die bij die transformatiemonitor zijn aangeleverd. Dus, en die vragen zich af of ze daar voldoende voor zijn toegerust. En of ze de juiste hulpbehoeften in kunnen schatten. En of er daardoor geen verhoogd risico ontstaat. Zijn er dingen die ik of die gewoon lokaal of de raad hier zegt. Ze staan gewoon in die factsheets te lezen door professionals die er toch ook wel verstand van zaken hebben. Ik weet niet welk rapport het is waarin dit staat vermeld, maar als u kijkt naar de huidige stand van zaken, dan zijn de professionals uitstekend toegerust om zorg te verlenen aan de voorkant. Daar ben ik voor verantwoordelijk en eerlijk gezegd ben ik degene die die verantwoordelijkheid ook draagt. Dus ik en mijn ambtelijke organisatie hou heel goed in de gaten wat de kwaliteit is van de geleverde zorg aan de voorkant. Ja, ik geloof het achter elkaar, maar het staat gewoon in de bijlages die u zelf ook aan dit voorstel hebt toegevoegd. Dus daar wil ik hem gerust eventjes voor u opzoeken, maar dat lijkt me niet helemaal mijn taak. Maar het staat daarin gewoon te lezen, dus het is niet zo dat ik het uit de lucht grijp. Ik weet dat dit gespeeld heeft ook in 2015, dat het rapport 2015 vermeld is. Ik weet niet of dit in de 16 of 17 en zeker niet in 18 waar ik nu voor verantwoordelijk ben nog steeds het geval is. Er is altijd discussie mogelijk. Er zijn ook altijd mensen die klachten indienen of mensen die bezwaren hebben tegen indicaties gesteld worden. Daar hebben we allerlei procedures voor mensen om dat te volgen en dat toetsen wij. En aan de hand daarvan kijken wij wat er nodig is. En eerlijk gezegd, ik kan niet anders en ik hoop u ook, dat we vertrouwen moeten hebben in de mensen die zorg verlenen. Dus als mensen problemen hebben met mensen die bij ons de zorg verlenen, dan hoor ik dat graag van ze. Babers. U vraagt het, dank u wel voorzitter, u vraagt het nu aan me, maar we moeten daar wel vertrouwen in hebben. Ja, ik wil daar graag vertrouwen in hebben en ik ben ook niet toegerust om ze daarop te kwalificeren. De professionals in het veld wel. Dus ja, waar ik begrijp ook dat hier in de toekomst, in 2018, ja, daar kennen we natuurlijk ook de resultaten nog niet van. Maar ik vind het wel iets om in de gaten te houden. Als de ene professional iets over de andere professional gaat zeggen, dan is er iets aan de hand. Ja, nodig. Ja, nou eerlijk gezegd houden wij dat heel goed in de gaten. Verder. Volgens mij was dat het, voorzitter. U bent klaar. Volgens mij heb ik alle vragen beantwoord. Oh ja, nog één ding, dat gaat over het ontlasten van zorgaanbieders. Wij krijgen een administratieprotocol waarin de zorgaanbieders en de gemeente samen gaan werken aan het administreren van alle gegevens rondom onze cliënten. En dat is inderdaad goed voor de zorgaanbieders, maar zeker ook goed voor onze gemeente. En goed om te voorkomen dat je fouten krijgt.
Dat zorgaanbieders daar de voordelen van hebben, uiteraard. Maar dat is ook wat ze heel graag willen en wat ze vragen. Dat geldt namelijk ook voor ons. Het gaat uiteindelijk om onze kinderen die de zorg ontvangen. En dat wij daar de beste manier voor werken, hanteren. Interruptie, meneer Bali. Dus eigenlijk neemt u daarmee mijn zorg weg. Dat protocol gaat ervoor zorgen dat de efficiëntieverbetering, de efficiëntieslag ten goede komt aan de cliënten. Correct. En eerlijk gezegd zijn we er daarmee nog lang niet. Hè. Er vinden nu heel veel dingen plaats. Op het ICT-gebied kunnen heel veel zaken plaatsvinden. Het onderzoek wat nu ontwikkeld wordt, voor het jaar 2018 gebruikt gaat worden, die vragenlijst, is voor ons ook een sturingsinstrument. Daar kregen we heel nadrukkelijk de gegevens in de boven. En die zijn heel erg gekoppeld aan onze inwoners en aan de zorg die verleend wordt. En voor ons ook, dat is niet alleen een onderzoek naar de ervaringen die cliënten hebben, maar is ook een sturingsinstrument. En zo gaan we steeds meer verder in ontwikkeling van alles wat we op het gebied van jeugdzorg aan het doen zijn. Gaan er wel één vraag volgens mij. Als het gaat om de digitale tool, ik ken hem niet. Ik weet niet of we hem gebruiken, maar ik ga er even naar kijken hoe het zit. En uw opmerking om de nieuwe indicatoren op de hoogte daarvan te kijken naar de ontwikkeling, onder andere Utrecht-West, wat u noemde. Ook daarin wil ik kijken wat we daarmee kunnen. Maar op het moment hebben wij een vragenlijst gezet die nu voor ligt en die nu ontwikkeld is in de regio, die voor de 9 gemeenten gaat gelden en die zal ook de basis vormen voor 2018. Dus die tools gaan we bekijken en dan gaan we kijken of die bij ons erin zitten. Dan gaan we kijken hoe het onderzoek 2018 uitpakt en of er aanvullingen of veranderingen in de tools nodig zijn in 2019. Is dat een manier om dat te doen? Ja. Dank u wel. Instem knikken, dat zijn allemaal toezeggingen, neem ik aan. Hè? Ja, we gaan ze bekijken en dan hoort u daarvan. Dan kijk even rond, met name naar de vraagstellers. Mevrouw Abrich, de vraag voor u zo voldoende beantwoord. Of wilt u nog een grijn tweede termijn? Ja. En meneer Badi ook? Iemand anders? Niemand? Nee, dank u. Mevrouw Abrich. Dank u wel, voorzitter. De wethouder, hartelijk dank voor de antwoorden. Wij hebben ook absoluut vertrouwen in de wijze waarop hij dit oppakt. Even voor wat betreft onze vraag of de stukken die nu bij dit voorstel als ingekomen stuk waren gevoegd, het antwoord waren van wethouder Van Geel in mei. En dat u zegt van ja, ik weet niet wat Van Geel bedoelde. Nou, u beschikt natuurlijk wel over dezelfde ambtenaren die hem in de tijd van dit antwoord hebben voorzien. Dus wat dat betreft had u daar waarschijnlijk toch wel antwoord op kunnen geven. Maar ik zit er niet heel erg op te wachten. Want de andere antwoorden waren wat dat betreft ook al wel voldoende hoor. Die kwaliteitsmeting, begrijp ik niet helemaal of wij daar nu, want toegezegd was dat we eind 2018 daarvan ook de eerste resultaten al zouden kunnen zien. Krijgen we die nu al te zien? Of is dat in 2019, begin 2019, dat we die te zien krijgen? U zult het waarschijnlijk wel gezegd hebben, maar het was mij niet helemaal duidelijk. Ik heb het vakblad Binnenlands Bestuur bij, dus ik zal het gelijk even aan u meegeven. En dan kunt u het voor wat betreft de outcome-indicatoren en de digitale tool gelijk even bekijken. Voor dit moment zijn de antwoorden voor mij voldoende dat ik niet denk dat we de motie opnieuw in hoeven te dienen. Maar misschien dat mijn collega van de PvdA daar nog anders over denkt. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Abrich. Wethouder Krook. Voorzitter, ik denk dat de beantwoording van of het nieuwe rapport in 2019 komt, want dat gaat over de cijfers in 2018. En ik weet niet of wij al in staat zijn voortdurend tussentijdse metingen te doen. Dus ik ga ervan uit dat 2019 wordt. En ik zie ambtelijk driftig knikken, dus dat wordt 2019. Dank u wel. Dank u wel. Mag ik het onderwerp hiermee afgesloten beschouwen? Dank u wel. Dan komen we bij agenda punt 10, inkomenstuk 77, ook van 5 september. En van 5 september, 2 dagen later, beantwoord artikel 40 vragen van gewoon lokaal. En die vraag wordt gesteld door meneer Verbeek van de VVD. De wethouder is mevrouw Baarmans. Gaat u aan, meneer Verbeek. Dank u wel, voorzitter. De Japanse duizendknoop, een invasieve exoot. Die wordt niet voor niets invasief genoemd, omdat hij woekert. Als ik gek zal ik maar zeggen. En de kosten kunnen erg hoog oplopen wat betreft de bestrijding. Er wordt gesproken over 10.000 euro's en Deventer spreekt zelfs over tonnen voor de bestrijding.
Dan loopt de dossier loopt al even. Eind vorig jaar heeft Kees Schommelen namens de VVD al vragen over gesteld. En begin het jaar ook nog. Daarna heeft de heer Verraad namens Gewoon Lokaal nog vragen over gesteld. En daarna nog de heer Verraad en ik samen nog vragen over gesteld. Die zijn wat Gewoon Lokaal betreft en VVD betreft nagenoeg beantwoord. Waarvoor dank aan de wethouder. We hebben nog wel een drietal aanvullende vragen. De eerste vraag is of er al resultaten bekend zijn in zaken de bestrijding. Maar goed, dat is misschien nog wat vroeg om daar antwoord op te geven. De tweede vraag is het verzoek aan de Wethouder College om toch vooral bekendheid te geven, ook in de media. Dus dat ook de partnerhonden gemonitord worden, dat die daar niet gaat hoekeren. En tot slot, in de beantwoording van de artikel 40 vragen van de heer Veraert is op 5 juli geantwoord dat de locaties waar de twee soorten voorkomen, dat ging dus ook om de berenklauw, de locaties zijn bekend wat betreft de gemeente. In later vragen is toegezegd dat er een kaart zou komen dat we kunnen zien waar de Japanse duizendknoop voorkomt, zodat we ook ons als raadslid een beeld kunnen vormen over de ernst en of de situatie ernstig is. Dus de vraag of die kaart er al is en zo niet, wanneer wij die kunnen verwachten. Tot zover, voorzitter. Dank u wel. Maar kijk even rond of iemand anders hierover ook nog vragen. Misschien gewoon lokaal wellicht. Niemand anders? Nee. Wethouder Bartmans. Dank u, voorzitter. Als eerste is de gemeente in overleg gegaan met het waterschap, omdat zij ook de aanpak breder willen maken. Ze hebben ook last van buren die de plant niet bestrijden. Het werkprotocol dat zij hanteren is niet geheel passend voor ons binnen de bebouwde kom, wel de buiten. We gaan de locaties samenvoegen en bekijken op welke wijze we hiermee om moeten gaan. En daarnaast ook met welke buren we te maken krijgen. Het landelijk protocol, dat is ook opgestart. Dat doet de stichting ProBos. Dat landelijk protocol is medio 2019 klaar. En u vroeg, is het al in beeld gebracht? De inzet gaat nu voornamelijk om het in beeld brengen van de locaties waar de planten groeien. En onze buitendienst heeft al aangegeven, analoog, waar de planten aanwezig zijn. Die kaart moet nog gedigitaliseerd worden. Analoog is die er al wel. En dan gaan we hem samenvoegen met de kaart van het waterschap. Goed dat u vraagt, maak het bekend aan de inwoners. We willen graag dat de mensen het aan de gemeente kenbaar maken. Dat kan via de melddesk of via mijn gemeente-app. En we gaan ook kijken voor particulieren op welke wijze zij het beste de plant kunnen bestrijden en hoe zij daarmee om kunnen gaan. En ik heb ook begrepen dat de Universiteit van Wageningen ook een studie doet naar die invasieve soort. Want zoals u zegt, die kan enorme schade toebrengen aan riolering en noem maar op. Voorzitter, dat was volgens mij een antwoord op de vraag van de heer Verbeek. Dank u wel. Kijk even rond, meneer Verbeek, uw vragen voldoende beantwoord. De rest van de raadsleden ook. Dank u wel, wethouder Baartmans. Dan ook een onderwerp van 5 september 2018, inkomen succes 9, raadsmededeling op Fort Henricus. Op verzoek van de heer Remri van Gewoon Lokaal. Mevrouw Abrech gaat dat ter hand nemen, wethouder Lepolders, portefeuille. Mevrouw Abrech. Dank u wel, voorzitter. Ja, ook dit is een onderwerp wat al langer op de agenda staat, maar steeds vooruitgeschoven wordt vanwege gebrek aan agendapunten op de betreffende vergaderavond. Maar gelukkig, nu kunnen we het dan toch eindelijk gaan behandelen. En eerlijk gezegd ben ik daar persoonlijk al een tijdje echt naar aan het uitkijken. Want in juli hebben wij een motie ingediend als Gewoon Lokaal. En die is ook ruim ondersteund door deze raad. Waarin we gevraagd hebben om de ontwikkeling van Fort Henricus althans ter hand te nemen, zo snel mogelijk. En dan met name in gesprek te gaan met de lokale partijen die hier zijn en die hier goede en al vaak uitgevoerde of uitgedachte plannen voor hebben. Die motie hebben wij staande de vergadering zelfs nog aangepast op verzoek van de wethouder. En dan ga je er toch vanuit dat daarmee aan de slag wordt gegaan door het college. Maar helaas kregen wij een raadsmededeling waarin de wethouder of het college te kennen gaf: nou, wij kunnen deze motie niet uitvoeren, want
die is in strijd met het aanbestedingsbeleid, met het Europese aanbestedingsbeleid. Dat riep bij ons al wel gelijk de vraag op, ja, wat gaan we dan eigenlijk precies aanbesteden? En bovendien, hoe heeft het in hemelsnaam ooit zover kunnen komen? Want ik meen dat dat ruim een jaar geleden is, in mei 2017 of zoiets rond die koers. Toen heeft deze gemeenteraad die heeft het besluit genomen om de loodsen te kopen aan de Schansdijk. En de gedachte daarbij was dat die zo snel mogelijk doorverkocht zouden worden naar een volgende partij. En dat is niet wederom wat wij verzonnen hebben. Maar er stond letterlijk in het raadsvoorstel: door lokale recreatieondernemers is belangstelling getoond voor de recreatieve kansen van het fort en haar omgeving. Mocht later desondanks geen partij worden gevonden voor de gewenste recreatieve ontwikkeling, dan kan worden bezien met welke aanliggende functies de recreatieve kans van Fort Henricus en haar omgeving alsnog kan worden benut. Maar we hebben het omgedraaid, want we hebben besloten om de lokale ondernemers voorlopig eventjes op een zijspoor te rangeren, om het grote spoor vrij te maken voor allerlei bewegingen vanuit de hele wereld. U zei zelf toen de tijd bij die vergadering waarin besloten werd tot de koop van de loodsen, de bedoeling was om Fort Henricus zo snel mogelijk weer te verkopen. Van A, de verkopende partij, naar B, de gemeente, naar C, de eerstvolgende initiatiefnemer die aan de deur zou kloppen. En dan bij voorkeur een lokale. Ook was in de tijd nog geen sprake van dat het fort onderdeel zou uit gaan maken van het hele waterpoortspektakel. Dat zou alleen voor Fort Henricus zelf gelden, voor het fort. Er zou een apart traject gelopen worden voor de herontwikkeling van de loodsen. En hoe hard ik ook heb gezocht, op geen enkel moment heb ik kunnen vinden dat de raad is geïnformeerd over het feit dat die loodsen ineens integraal onderdeel zijn gaan uitmaken van dit hele plan. Dat we daarmee in een heel groot traject zijn beland en dat we nu iets gaan aanbesteden waarvan we eerst aan marktpartijen gaan vragen wat we dan eigenlijk aan moeten gaan besteden. Want we hebben nog geen aanbesteding zijn we begonnen. We zijn begonnen met een marktconsultatie waarin we aan het vragen zijn aan partijen in de markt. Wat zouden jullie eventueel willen gaan doen met dat fort? Terwijl we eigenlijk al een paar bijzonder geschikte plannen zo op de plank hebben liggen van partijen waarvan er eentje op dit moment gevraagd wordt door een naastgelegen gemeente om het plan daar maar uit te komen voeren, want daar staan ze wel met open armen te wachten op dit soort initiatieven. Voorzitter, als gewoon lokaal zijn wij even de draad kwijtgeraakt voor wat betreft het Fort Henricus. Wij zijn absoluut, althans de loodsen, dus niet het fort, maar de naastgelegen loodsen. Wij zijn er voor de volle 100% van overtuigd dat daar lokale ondernemers zijn en die misschien wel in gezamenlijkheid iets kunnen gaan ontwikkelen wat aan elk uitgangspunt van beleid van deze gemeente een toegevoegde waarde kan hebben. Maar op de een of andere manier komt die boodschap niet helemaal over. En wat we dan eigenlijk nog kwalijker vinden is, ook al had de wethouder, het college, besloten dat ze geen verdere uitvoering wilde geven aan deze motie, omdat die niet paste binnen de regels van de Europese aanbesteding, had ze al wel contact op kunnen nemen met deze mensen die zich al gemeld hadden. En dat heeft u, voor zover mij bekend, ook niet gedaan. Want misschien zijn er wel andere locaties waarop deze mensen wel terecht zouden kunnen, of zouden ze in ieder geval het gevoel hebben dat ze gewaardeerd worden voor een initiatief door deze gemeente en dat ze ook het gevoel hadden dat ze meegenomen werden in hun ideeën en hun plannen. Nu heb ik die raadsmededeling er nog op nageslagen en we zijn nu al, de marktconsultatie is voorbij. Er wordt nu een verslag gemaakt, dus daar kunnen we een streep onder zetten. En het volgende bulletje was: aan de hand van de opgedane informatie en inzichten uit de marktconsultatie bepaalt de projectgroep, die samengesteld is uit partners in het gebied, welke aanbestedingsprocedure het meest geschikt is voor de ontwikkeling van Fort Henricus. Nou, ik denk dat we dat weten nu. Hè. We kunnen gewoon nu naar die lokale ondernemers. Die zitten te wachten om hun plannen in werking te stellen. En eerlijk gezegd vind ik ook niet dat al die andere partijen die daarbij betrokken zijn daar nu zoveel over te zeggen hebben. Zolang wij met een plan komen wat past binnen alle uitgangspunten die wij hier belangrijk vinden als raad en als inwoners van Steenbergen.
Bijvoorbeeld vanuit een expeditie Nassau, waar we volgens mij een paar hele mooie handvaten hebben gekregen voor dit hele verhaal, gericht op lokale ondernemers. Dus ik vraag u eigenlijk om gewoon er nu mee te stoppen en vooral creatief te zijn. Want u kunt mij echt niet vertellen dat er geen mogelijkheden zijn om gewoon de lokale ondernemers die wij hier hebben, daar te krijgen waar zij graag zouden willen als ze met goede plannen komen. Of ervoor te zorgen dat ze op een andere plek in ieder geval aan de slag kunnen, maar wel in samenspraak. En dat gebeurt nu niet. Dus gewoon samenspraak en creativiteit. Dat is wat ik van u vraag. En gewoon, huppatee, dat laatste, die stoppen met die aanbesteding. En gewoon, huppatee, koe bij de horens. Dank u. Nou, wie anders in deze vergadering? Meneer Sluiters, niemand anders? Meneer Sluiters. Dank u wel, voorzitter. De Volkspartij is ook van mening dat dat college eens moet gaan praten met diverse ondernemers die hier lokaal iets willen gaan maken van het Fort Henricus. De loodsen die er staan, prachtige locatie, unieke kans om wat te gaan doen. Voorzitter, hierbij in mijn betoog om de ondernemer te laten ondernemen en zijn plan tot uitwerking te laten komen om een brouwerij bijvoorbeeld te starten bij Fort Henricus. Ik zou het college willen vragen te starten met de gesprekken met deze ondernemer, omdat hij een unieke invulling kan geven aan het plan Fort Henricus. Er is geen gemeente hier in de wijde omgeving die ook een bierbrouwerij heeft. Niet de omliggende gemeentes Bergen op Zoom, Roosendaal, Hoensrecht, Tolen of Haldenbergen. Wij zouden dus uniek worden dat wij zoiets neer kunnen zetten. Dit is de kans om Steenbergen in één keer op de kaart te zetten met iets unieks wat vele mensen tot ver buiten Steenbergen naar Steenbergen laten komen. Cafés, restaurants, museums en ook uitkijktrappen zijn er genoeg in deze omgeving. Tot zover mijn eerste betoog, voorzitter. Dank u wel, meneer Sluiters. Niemand anders dan de vaststelt, wethouder Lepolder. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik vind het jammer, voorzitter, om te constateren dat in tegenstelling tot wat wij hebben uitgedragen in beantwoording van de motie, van we gaan niet letterlijk doen wat u zegt, maar we gaan zeker proberen zoveel mogelijk in de aard van de motie te handelen. Dat is wat ook op dit moment gebeurt. We hebben de marktconsultatie gehad, we hebben een aantal conclusies uitgetrokken. Ik denk niet dat het nu in een openbare vergadering zaak is om daar al te diep op in te gaan, maar wij in alles wat wij doen, hebben wij continu die uitvoering van die motie, of eigenlijk de strekking van de motie, de geest van de motie, nemen daar gewoon zo nadrukkelijk mogelijk in mee. We hebben vanuit Landschappen van Allure de opdracht gekregen om een economische drager rondom het fort te verzorgen, zodat het fort ook gewoon langjarig blijft bestaan. De punten vanuit Expeditie Nassau over zaken die op het fort kunnen gebeuren met respect voor de flora, de fauna en alle regels die daar verder zitten, die liggen hierboven. Die worden als het goed is gewoon met het maatschappelijk middenveld door collega Prent besproken om te kijken van nou, wat kunnen we van volgend jaar alvast gaan doen op dat gebied. En daarnaast is het gewoon, en dat heb ik u al eerder uitgelegd, best een complexe omgeving. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, u zegt van ja, we nemen de geest van de motie wel mee, maar dat hele verhaal rond die aanbesteding zoals die nu loopt, ja, dat heeft u natuurlijk uiteindelijk ook wel zelf opgetuigd. Met dat doel zijn die loodsen nooit verkocht. En daar heeft u in de tijd zelf ook met de Lego-wereld die u toen nog tentoonspreidde, is er nooit geen sprake van geweest dat dit heel erg breed getrokken zou worden. U heeft toen gezegd van wij willen die loodsen op dit moment, omdat we anders misschien ontwikkelingen plaats gaan vinden die wij niet willen. En voor wat betreft die expeditie Nassau doel ik nog niet eens zozeer op het halen van het Fort Henricus, maar wel bijvoorbeeld op een uitgangspunt van een stadsbrouwerij. En die zou daar dus
tegen dat Fort Henricus wel prima passen. Ik zeg niet dat dat het moet zijn, maar ik zeg wel dat er lokaal een aantal... U zei in de tijd zelf dat er meerdere lokale ondernemers waren die zich gemeld hadden, dus die daar wel zouden passen. Maar mevrouw Abrech, er zijn nog steeds lokale partijen die zich hebben ingeschreven, gelukkig, ook middels die marktconsultatie. En daar gaan we nu mee aan de slag. Ja, daar zegt u nu even iets heel belangrijks. Wij gaan nu aan de slag met de partijen die zich ingeschreven hebben voor die marktconsultatie. Maar dat is niet de uitgangspunten van de marktconsultatie. Want ook partijen die zich hier niet voor ingeschreven hebben, die zouden daadwerkelijk nog wel met de rest van de aanbesteding mee kunnen doen. Die wat ons betreft niet nodig is. Maar we kennen ook een partij die zich bewust niet mee heeft gedaan aan de marktconsultatie, omdat ze er gewoon een beetje klaar mee zijn. Wethouder. We hebben die partij een aantal keer benaderd om te vragen, doe alsjeblieft mee. Maak ook kenbaar als je hele afwijkende standpunten hebt, want laat dat geluid ook vooral horen. Ja, op het moment dat mensen dan afhaken. Maar weet je, nogmaals, we weten welke lokale partijen er zijn. Er zijn een aantal partijen hebben ingeschreven. We gaan daar binnenkort het gesprek mee aan. Dus wat dat betreft voldoen we volledig aan uw standpunt. En ik wil u ook vragen om gewoon de privacygegevens. Ik ga hier nu ter plekke geen namen noemen. Ik verwacht ook helemaal niet dat u namen noemt, maar ik verwacht wel één ding. Ik heb namelijk die regels rond die marktconsultatie gelezen. En daarin staat heel nadrukkelijk dat ook partijen die zich nu niet bij de marktconsultatie aangeschoven hebben, dat die zich daadwerkelijk nog wel kunnen melden gewoon voor het volgende aanbestedingstraject. En dat wil ik toch graag hier van u horen. Wethouder. Nou, volgens mij, voorzitter, heb ik net juist het nadrukkelijke verzoek gekregen om geen aanbesteding te gaan doen. Wat ik u heb verteld, is dat wij de gesprekken aangaan met de mensen die wel hebben ingeschreven op marktconsultatie, om te kijken hoe we nu verder gaan. Daarmee sluit ik niemand aan en sluit ik niemand in of uit. Ja, u zegt inderdaad terecht dat u net heel nadrukkelijk te horen heeft gekregen dat we niet door moesten gaan met een aanbesteding. En dat hoop ik ook dat u dat niet doet. Maar we hadden al eerder een motie ingediend en die heeft u ook terzijde gelegd. Dus wat dat betreft ga ik er dan toch een beetje vanuit dat u doorgaat op dit pad. En het is in de strijd met de regels zoals u die zelf in de marktconsultatie heeft weggelegd via Tendert. En waarin letterlijk staat dat ook mensen die zich niet met de marktconsultatie in hebben geschreven toch meedoen met de rest van het traject. Wethouder. Voorzitter, wederom, mevrouw Abrech vult dingen in die gewoon lopende nu in het... Uw aanname is, u spreekt niet met andere partijen. U heeft geen enkel inzicht hoe dit proces loopt. Ik hoop dat ik gewoon nu het vertrouwen krijg dat er daar ook een uitkomst is. En ik weet als ik de lijn die nu ingezet is, die valt, als dat lukt zoals we denken dat we het willen gaan lukken, valt die 100% in de geest van de motie. Alleen geef me wel gewoon even de tijd om dat traject te doorlopen. Mevrouw Abrech, interruptie. Dank u wel, voorzitter. Ja, wethouder, u had iets meer vertrouwen van mij gekregen als u na deze motie ook contact opgenomen had met die lokale ondernemers die wij kennen, maar waarvan u er meer kent, om de zaken met ze door te spreken. En onze gegevens zijn dat u dat niet gedaan heeft. En daardoor is het vertrouwen ook iets wat beschadigd. Neemt niet weg dat ik u graag het vertrouwen weer geef. Wethouder? Nou, ook dat, misschien is het een ander soort gesprek geweest, maar met alle ons bekende ondernemers is contact gezocht om te vragen of ze nog steeds, om vooral aan die marktconsultatie mee te doen. Dus het is niet zo dat er geen contact is geweest. Absoluut niet. Verder is het wel, het is niet zo bestemmingsplan technisch dat het een kwestie is van, oh, we verzinnen even een plannetje en we veranderen het bestemmingsplan. Er is namelijk nog een perceel grond met een andere eigenaar waar een planoloog streepje tussen staat. Dus het is gewoon een proces en daarom is ook voor de waterpoortmethode gekozen die nogal ingewikkeld is. Een derde partij met een eigen stuk grond. Het waterschap met zijn taken. Mevrouw Abrech. Ja, toch nogmaals, daarom heeft u ervoor gekozen om de loodsen aan het waterpoort te hangen. Want dat was bij de verkoop, was dat nog niet aan de orde. Er zijn zelfs nog antwoorden geweest op vragen waarin staat het worden aparte trajecten. Dus u bent het zelf op gaan tuigen. Wethouder. Nou, binnen deze gemeente hebben we hele goede ervaringen bij complexe locaties. Ik noem even Theetuin op Benedensas, waar middels de waterpoortmethode meer mogelijk is geworden dan aan de voorkant duidelijk was. Op het moment dat je een situatie hebt met EVZ, met flora- en fauna-wetgeving, met een waterschap, met een waterkerende dijk en met een andere eigenaar, heb je een dusdanige complexe situatie dat je juist middels de waterpoortmethode wil proberen om een gezamenlijk belang te creëren, omdat je dan veel meer voor elkaar krijgt. Dat is gewoon de procesmethode. Methode die wij, waar we hier als gemeente hele goede ervaringen mee hebben en die we dus ook deze locatie gunnen. Waarom is je interruptie?
Ik ben geen tegenstander van Waterpoort, want ik vind het een fantastisch project wat inderdaad al heel veel goede zaken opgeleverd heeft. Ik vraag me alleen af of het op deze locatie noodzakelijk was, maar wat ik me bovenal afvraag is waarom u daartoe gekozen heeft en dat vervolgens niet gecommuniceerd heeft met de Raad. Want in eerste instantie was hier geen sprake van, het zou om een snelle doorverkoop gaan van A naar B naar C. Ik hoor het u nog zeggen. Wethouder. Nou, ik weet wel dat ik toen bij de koop ook een budget heb gekregen om een planvorming op te gaan starten. En uiteindelijk is daar in de uitvoerende rol is deze methodiek gekozen. Beschrijft u het op of komen we erop terug? Abris. Nou, weet ik even niet meer of ik nou nog in een interruptie zit of in een tweede termijn. Ik ben ook niet helemaal zeker meer. Nee, hè? We zijn het blijven kwijtgeraakt. We blijven in drugs. Waar het mij vooral om gaat, en dat was eigenlijk de oproep die ik ook als laatste wel deed. Neem die mensen nu mee. Want meenemen met een marktconsultatie, of zeggen van je kunt meedoen dan met een marktconsultatie. Dat is niet meenemen van je mensen, dat is ze eerder teleurstellen. En zo hebben ze dat ook echt ervaren. Dus gaat u alstublieft aan de slag met het repareren van deze relaties. Want dat is echt nodig. Daar kunt u misschien zelf anders over denken. Maar wij spreken die mensen en wij horen dat dat nodig is. Dus doet u dat alstublieft, want anders raken we ze kwijt en dat willen we niet. Ook mijn toezegging ontvangen, wethouder? Ja, maar dat heb ik volgens mij al gezegd, dat die gesprekken nu op gaan starten. Ik hoor niet echt een antwoord op de vraag van mevrouw Abris, de wethouder. Echt niet. Nee, u zegt dat u de gesprekken op gaat starten naar aanleiding van de marktconsultatie. Ik weet niet of dat... U moet eerst nou eens met die mensen gaan praten en misschien eens even uitleggen wat u al, zoals u het mij nu uit probeert te leggen, dat ook met hen gaat doen, want dat ontbreekt op dit moment. Het vertrouwen is bij hen echt weg. Wethouder. Nou, gelukkig... Nogmaals, zijn er heel veel lokale partijen die wel gewoon hebben ingeschreven en blijkbaar dat vertrouwen nog steeds wel hebben. Deze persoon, wellicht waar u het over heeft, heel specifiek op de brouwerij, heeft in het verleden ook wel met mijn collega Vos toen nog vanuit economische zaken contact gehad. En daarmee is toen op dat moment... Wabers? Wethouder, u zou natuurlijk ook gewoon kunnen zeggen, ja mevrouw Abresch, dat ga ik doen. Ik ga met die mensen aan tafel. Is dat echt moeilijk of ziet u daar een probleem ontstaan binnen de Europese aanbestedingsregels? Wethouder. Nee, maar wij lopen gewoon een proces. En ik ga zeker met die mensen in gesprek, maar wel even in de juiste volgorde. Die toezicht kunt u mij krijgen voordat uiteindelijk dit is afgerond, heb ik een nadrukkelijk... gesprek ook met deze partij gehad. Die toezegging kunt u van mij krijgen. Ja, maar nu ik, even voor de vergadering. Ik hoor mevrouw Abers ook vragen, bent u bereid? En ze bedoelt ook korte termijn het ongenoegen, de onzekerheid weg te nemen bij die ondernemers in de Steenberg. Dat betekent niet naar de marktconsultatie, maar bent u bereid op korte termijn met die mensen afspraak te maken? Ik kan altijd met mensen een afspraak maken. Ik kan alleen niet beloven dat automatisch hetgeen die persoon naar op zoek is ook de uitkomst van het dossier gaat zijn, hè? Ook bij het indienen van de motie hebben wij gezegd dat het niet zo is. Dat die motie betekent dat wij die mensen per se op die locatie willen hebben. Het gaat erom dat wij vinden dat lokale ondernemers... Ik heb toen ook gezegd, wij zijn hier allemaal lokale partijen. Of we nu een landelijke, grotere partij achter ons hebben staan, ja of nee. Wij vinden het belangrijk dat onze lokale ondernemers aan bod komen. Of dat ze in ieder geval serieus genomen worden en dat daar ook vertrouwen in gegeven wordt. Net zoals dat u om vertrouwen vraagt, vragen deze mensen ook om vertrouwen. Ja, ik heb denk ik niet heel veel meer. We blijven denk ik een beetje herhalen inmiddels. Daar worden de discussies meestal niet beter van. Wij pakken gewoon de gesprekken op met de lokale ondernemers en zullen erop toezien dat zo snel mogelijk ook de lokale partijen die niet aan de marktconsultatie mee hebben gedaan, daarin meegetrokken worden. Meneer Teuns. In de interruptie, de voorzitter. Ik hoor, en nog een man of 15 hoor dit spannende betoog aan. Hè? Ik heb begrip bij vooral bij de standpunten. En ik snap dat u niet met namen mag komen, maar u staat natuurlijk uitleg te geven. Wat mij interesseert eigenlijk, hè, en ik snap ook mevrouw Abres, praten we nou over 5, 6, 7 lokale ondernemers, over 1 of 2? Dat is voor mij ook een stuk in de beeldvorm ook wel belangrijk. Want stel dat er maar 1 is, nou, dan vind ik het even een lokaal een beetje preken voor 1 parochie. Zijn het er 5 of 6, ja, dat is wel heel erg spannend. Dan heb je heel veel werk, dan heb je maar 5, 6 mensen te spreken. Namen hoef ik niet, maar zijn het er nou 2 of 3 of 27? Dat vind ik wel belangrijk. Wethouder.
In de totale marktconsultatie hebben zo'n 15 partijen ingeschreven, waar uit mijn hoofd 5 of 6 lokale partijen tussen zaten. Zet u betoog voor, de wethouder? Ik denk dat een heel groot deel van mijn betoog eigenlijk al versnipperd in antwoorden op mevrouw Adres heeft plaatsgevonden. Want ik wilde inderdaad nog even aangeven dat de situatie dusdanig complex is dat daarom voor de waterpoortmethode is gekozen. En ook zeker ten aanzien van het bestemmingsplan. Ja, dat is niet iets wat je 1, 2, 3 zomaar wijzigt. Daar moet je gewoon een zorgvuldig traject voor lopen. En daar zijn we mee bezig. En het leuke is dat we wel steeds meer richting afronding gaan komen. En ik denk dat we allemaal het belang wat we hebben, en dat is wel wat natuurlijk heel nadrukkelijk uit deze discussie naar voren komt. We willen allemaal gewoon het beste voor Ten Riekes en het beste voor Steenbergen. En ieder droomt en ziet daar graag een economische aantrekkingskracht waar mensen gewoon voor naar Steenbergen komen en onze eigen mensen gewoon een plezierige tijd door kunnen brengen. Dus daarin hebben we in ieder geval totaal geen verschil van belang en van inzet. Het is alleen even, ja, welke recht hebben wij gekozen daarvoor te lopen. En ik heb er zoals het er nu uit ziet vertrouwen in dat de goede kant op gaat. En ook met de partijen, of in ieder geval een aantal van de partijen, die zeker ook lokaal in beeld zijn. Daar zou ik eigenlijk mijn betoog mee af willen ronden, voorzitter. Akkoord. Iemand anders nog geen interruptie meer? Onderwerp hiermee voor dit moment afgesloten? Tweede termijn. Ja, die hebben we niet eens gehad. Tweede termijn, mevrouw Abrich nog. En meneer Sluiters nog. Iemand anders? Nee, meneer. Mevrouw Abrich als eerste. Dank u wel, voorzitter. Inderdaad, de laatste woorden van mevrouw Lepolder, van wethouder Lepolder, die zijn mij ook uit het hart gegrepen. En daar gaat het ons allemaal om, denk ik. En voor nu besluit ik om de woorden van de toezegging van de wethouder te interpreteren als hetgeen wat ik bedoel. Dus ik hoop ook dat ik die boodschap terugkrijg van mensen die zeggen, nou, ik ben inderdaad gebeld door de wethouder en wat een fijn gesprek hebben we gevoerd. En natuurlijk blijf ik mijn plannen voor Steenbergen bewaren. Dus zodra dat anders is, dan vindt u mij weer terug. Maar voor nu geef ik u het vertrouwen. Dank u wel, meneer Sluiters. Dank u wel, voorzitter. Een vraag voor de wethouder nog. Eens even kijken. Kan mevrouw de wethouder, kan u zich voorstellen als je al 2 jaar in gesprek bent met de gemeente over een plan, zoals bijvoorbeeld een bierbrouwerij, dat jij je op een gegeven moment dan niet meer serieus genomen voelt? Kan je eigenlijk dat voorstellen? En wanneer gaat u in gesprek met deze specifieke lokale ondernemers? Dus niet alleen die bierbrouwerij, maar juist die lokale ondernemers. Want die lokale ondernemers die willen wij niet kwijt hier in Steenbergen. Het zou heel zonde zijn dat die bijvoorbeeld naar een andere buurgemeente gaan en waardoor wij zo'n ondernemer verliezen. En dan nog een vraag. Meneer, komt u terug? Wanneer denkt u dat u die gesprekken heeft gehad? Dus komt u daar terug bij de raad mee met antwoorden daarvan? Tot zover, voorzitter. Dank u wel, mevrouw de Polder. Ik snap dat het voor zo'n ondernemer lang duurt. Alleen wat ik net ook al aangaf, toen hij de eerste keer in gesprek was met mevrouw Vos, toen de loodsen ook net waren aangekocht, heeft zij ook al duidelijk een beeld geschetst van dit gaat best een tijd duren. En natuurlijk, als je iets wil, snap ik dat iedere seconde een seconde te lang is. Dat begrijp ik heel goed. Alleen het is niet zo dat we nooit hebben gecommuniceerd dat dit lang zou gaan duren. Dus dat was wel iets waar we gewoon altijd heel open en transparant in zijn geweest. Vorige week, donderdag, heb ik met mijn medewerker Economische Zaken het traject al doorgenomen. Vanochtend had ik het inkoopbureau, die heb ik 3 maandelijks op bezoek, hebben we het ook nog doorgenomen. Dus ja, een kwestie is nu de agenda strekken voor de vervolgstap. Dus ik verwacht in ieder geval dat de eerste gesprekken nog dit jaar plaats gaan vinden. En natuurlijk zal ik u weer informeren over de uitkomst. Dus dit jaar krijgen we nog informatie?
Ik verwacht dat de gesprekken zullen plaatsvinden. Het is natuurlijk een beetje afhankelijk van de uitkomst en de verwerkingstijd. Een raadsmededeling is er niet op het moment dat ik... ik typ hem niet zelf, maar bewijs van... Daar zit ook gewoon een routing rondom. Dus ik weet niet of het haalbaar is om dat nog dit jaar ook bij jullie te hebben. Maar dat de eerste gesprekken dit jaar gaan plaatsvinden... Ja, dat moet wel heel raar lopen, wil dat niet meer gaan lukken. Dank u wel. Interruptie, meneer Bali. Even hier is een korte vraag over mijn beeldvorming. Bent u nou van mening dat het proces efficiënt is verlopen, efficiënt genoeg? Had het nou echt niet sneller gekund? Ik vraag het maar voor, zijn er verbeterpunten voor de toekomst mogelijk? Wethouder. Ja, ik denk, tuurlijk, snel kan altijd. Maar wat ik net al aangaf, natuurmonumenten als eigenaar van het fort. Wij als eigenaar van de loodsen. Een derde eigenaar die een planologische koppeling heeft. Allerlei milieuregels en een waterkerende dijk van het waterschap. Het is nogal een complexe situatie waar je niet zomaar alles kan. En we hebben echt aan de voorkant veel tijd geïnvesteerd. Om niet achteraf erachter te komen, oh, maar dit is een geweldig plan. Maar oh, dat gaat het waterschap nooit goed vinden. Of oh, dat kan echt niet bij natuurmonumenten er doorheen, want dat accepteren ze gewoon niet. Dus we hebben inderdaad veel tijd aan de voorkant geïnvesteerd. Wat denk ik ook een hele goede avond is geweest, is die beeldvormende avond die we uiteindelijk hier hebben georganiseerd. Waarin gewoon heel veel, vanaf dat moment merkte je echt ook op social media en in de kranten, hey, dat fort is van ons. Dat heeft echt wel heel veel gedaan in de trots. Helaas door wat omstandigheden en wat weers en het gras wat niet wilde groeien, hebben we de opening uit moeten stellen. Maar ik denk wel dat gewoon de beleving rondom het fort, en daarom willen we ook zo graag om volgend jaar als te starten met losse evenementen, dat zeker wel erbij is gekomen. En dat is echt wel het rendement van dit traject geweest. Dank u wel. We hebben nu de toezegging genoteerd dat u ernaar streeft om voor het einde van het jaar met lokale ondernemers in gesprek te gaan en daarna de raad terug te koppelen. Ja. Is dat voldoende zo? Mevrouw Abrich? Ja, dank u wel. Dan sluiten we daarmee dit onderwerp nu af. Dan komen we bij agendapunt 12, een inkomensstuk ook van 5 september 2018. Een brief van meneer Kouwen op verzoek van de heer De Neve van de Volkspartij, wethouder Lepol, is portefeuillehouder. Het gaat over een activiteit op de carpoolplaats bij Dendeloord. Meneer De Neve. Voorzitter, dank je wel. Ja, bestemmingsplanwijzigingen. De fractie van de Volkspartij is benieuwd hoe het college denkt over de verdeling van aandacht en de term gelijke monniken, gelijke kappen. Er is een ondernemer die wil een horeca-uitbating gaan doen bij de afrit van Dintloord aan de A4. Die is al meer dan een jaar bezig en wij krijgen de indruk dat het college wel snel een bestemmingsplanwijziging door kan drukken voor het huis van de arbeidsmigranten. Maar iemand die zijn eigen broek op wil houden, iemand die zijn kost wil verdienen, daar zo gauw niet de handen van elkaar krijgt. De indiener is al een keer hier in de raadzaal geweest, heeft zijn plannen met tekeningen kenbaar gemaakt. En wij willen nu als Volkspartij wel eens graag weten, wanneer is er een ja of een nee voor de ondernemer om zijn uitbating te kunnen gaan beginnen. Dank je wel. Dank u wel, wethouder Lepolder. U hebt gelijk, griffier. Iemand anders hierover nog het woord? Niemand? Nee, wethouder Lepolder. Nee, ja. Dank u wel, voorzitter. Ja, in dit specifieke geval heeft die meneer ambtelijk een aantal gesprekken gehad. En die heeft toen te horen gekregen dat het waarschijnlijk en zeker op korte termijn niet mogelijk was. Hij is toen bij mij op bezoek geweest, heeft daar precies hetzelfde antwoord gekregen. Daarnaast heb ik ook nog met hem gewezen op een locatie die te koop staat, waar al een recreatiebestemming op zit. En gezegd, ja weet je, dit kan echt voorlopig nog niet. Maar daar is iets beschikbaar. Het is misschien een beetje anders, maar joh, kijk er eens naar. Wie weet biedt dat een kans voor. We hebben dit ook naar hem bevestigd, de conclusies van die uitspraak. Hij heeft ook naar ons bevestigd dat dit ook hetgeen was besproken is. Dus ik wil u dat best doen toekomen. En daar staat gewoon heel duidelijk in dat we op dit moment nog gewoon zijn verzoek niet in behandeling kunnen nemen. En dat daarnaast op het moment dat daar een verandering in komt, wij hem direct zullen informeren op het moment dat we wel met zijn verzoek aan de slag zouden kunnen gaan. Dat staat ook zwart op wit, bevestigd naar hem toe en bevestigd voor akkoord terug. Interruptie, meneer De Neve.
Dank u wel, voorzitter. Ja, mevrouw, maar waarom het wordt niet behandeld genomen? Is er een termijn al gebonden? Is het ambtelijke capaciteit? Wethouder? Nee, en dat heb ik volgens mij vorige keer ook al uitgelegd toen dit agendastuk op verzoek van de D66, die hadden er vragen over gesteld, heb ik aangegeven dat er op dit moment een aantal andere horecaontwikkelingen zijn, waardoor we dingen even in de juiste volgorde moeten doen. En daar gaat u volgende week nog wat nader over bijgepraat worden. Dus... Even. Ja, dan wacht ik volgende week maar af. Maar ik ben benieuwd of de volgorde op de inbreng komt of ze op de stapel wel eens omschudden. Maar ik wacht volgende week af. Dank je wel. Dank u wel. Voldoende zo. Dan dit onderwerp hiermee afgesloten. Dank u wel, wethouder. Dan inkomensstuk nummer 100, ook van 5 september 2018, ook aangehouden vanwege de lange vergadering van vorige maand. Raadsmededeling ondernemerspeiling op verzoek van de heer Huibrecht van het CDA. Meneer Huibrecht, ga uw gang. Ja, voorzitter, dank u wel. Voorzitter, de raadsmededeling geeft een beeld dat we eigenlijk best tevreden kunnen zijn en dat er slechts enkele acties nodig zijn die ook benoemd zijn. Maar als we goed kijken naar het onderliggende rapport, dan zien we toch wel wat zaken die naar ons idee een wat genuanceerder beeld geven en misschien wel een fundamenteel probleem blootleggen. Een van de zaken die in de ogen van het CDA zeer nadrukkelijk aandacht behoeft, is de 5,4 voor de relatie ondernemer-gemeente. Een onderdeel hiervan is dat 34% van de ondernemers van mening is dat de gemeente niet doet wat ze zegt. Als we vervolgens kijken naar de respondenten die aangeven dat de gemeente doet wat ze zegt, dan komen we slechts op 17%. Dit betekent dus dat 83% twijfelt of het oneens is. Dat is ons inziens een zeer kritiek aandachtspunt. Natuurlijk kun je niet iedereen tevreden houden, maar de mening de gemeente doet niet wat er gezegd is, draagt sterk bij aan het beeld van een onbetrouwbare overheid en daar moet iets mee gebeuren. Wethouder, kunt u ons informeren hoe u tegen dit punt aankijkt en welke acties u hierop gaat ondernemen? Met detailonderwerpen en toelichting op de peiling lijkt niets gedaan te worden. Hierbij denken we aan 16% heeft geen vast aanspreekpunt, maar heeft daar wel behoefte aan. B. In algemene opmerkingen zien we punten die veel naar voren komen, zoals gebrek aan kennis over aanwezige ondernemingen, ontbreken van proactiviteit bij ambtenaren. En C. In toekomstige focusgebieden zien we punten die veelvuldig voorkomen, zoals duurzaamheid, aanpak criminaliteit, acquisitie voor bedrijfsvestiging en handhaving. We kunnen ons voorstellen dat concrete acties hiervoor lastig zijn, maar het gesprek zoeken kan behulpzaam zijn om hier meer handen en voeten aan te kunnen geven. Ook onze gemeente verlatende ondernemingen hebben gereageerd. Zou het niet goed zijn om met deze ondernemers het gesprek aan te gaan en inzichtelijk te krijgen waarom ze nu daadwerkelijk de gemeente verlaten? We zouden het jammer vinden als er met deze waardevolle informatie niets gedaan wordt. Daarmee wordt ook geen recht gedaan aan de deelnemers van de enquête. En dit heeft risico in zich dat er door ondernemers gesteld gaat worden. De inspraak heeft toch geen nut gehad. Er wordt niets mee gedaan. Voorzitter, kan de wethouder ons informeren of er inderdaad niets gedaan is met deze punten? En vindt zij dit terecht? Kunnen hier nog acties op plaatsvinden? Ten aanzien van de acties zien we hier vooral zaken die reeds plaatsgevonden hebben en in de toekomst uitgevoerd worden, die sowieso al uitgevoerd zouden gaan worden. Als de uitslag van dit rapport anders geweest was, zouden deze ook op de agenda gestaan hebben. Doen deze acties daarmee recht aan de uitgevoerde peiling? Bovendien vragen we ons bij de geformuleerde acties af of de ondernemers deze punten met de huidige uitslagen als projecten zien waarbij ze zich aan moeten sluiten. En of de ondernemers dan ook van mening zijn dat er iets bij zal dragen aan hun ondernemersklimaat. Voorzitter, hoe gaat de wethouder ervoor zorgen dat de stem van de ondernemers inderdaad gehoord gaat worden in deze trajecten en de deelnemers een getrouwe weergave zijn van wat speelt bij de ondernemers? Op de website waarstaatjegemeente.nl kunnen hele mooie vergelijkingen gemaakt worden op diverse niveaus. Eén daarvan is bijvoorbeeld op economische samenwerking en op woningwetregio. Daaruit lijkt de conclusie getrokken te kunnen worden dat ons omringende gemeenten niet via dit medium meedoen of nog niet meegedaan hebben.
Voorzitter, daarom willen wij aan de wethouder vragen wat de reden is dat omliggende gemeenten hier niet aan meedoen of niet aan de peilingen meedoen. Hoe doen zij vervolgens hun peilingen? En wat is de reden voor de gemeente Steenbergen om voor deze aanbieder gekozen te hebben? De algemene indruk die wij bij de raadsmededeling hebben is dat door het platslaan van de enquête in gevoelloze getallen onvoldoende recht gedaan wordt aan de onderliggende gevoeligheden die de deelnemers met ons gedeeld hebben. Dit zou zowel voor ons als gemeente als voor de ondernemers, maar zeker ook voor de relatie tussen gemeente en ondernemer, geen goede zaak zijn. Laten we afsluiten met een compliment, want op de component vergunningverlening hebben we in Steenbergen in diverse vergelijkingen heel goed voor elkaar. Hier zijn ook weinig negatieve uitschieters qua beoordeling. Daarnaast zien we dat 42% van de respondenten zich actief in wil zetten voor beleidsinitiatieven. Dus wat het CDA betreft lijkt dit dus een opening te zijn om goed op te pakken. Tot zover in eerste termijn. Dank u wel. Iemand anders van deze vergadering hierover aanvullende vragen, opmerkingen? Niemand? Wethouder Lepolder, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ja, zonder de uitkomst van het onderzoek te bagatelliseren, want we zijn er zeker al mee aan de slag gegaan, wil ik even een paar kanttekeningen plaatsen. Ten eerste is het onderzoek uitgevoerd in 2017 en zijn er inmiddels al veel meer zaken opgestart, maar daar zul ik dadelijk nog even op terugkomen. Ten tweede is dit onderzoek uitgezet onder 1061 ondernemers in onze gemeente. Helaas hebben er maar 112 de moeite genomen om dit terug in te sturen en 74% daarvan betrof eenmansbedrijven. Dus het geeft wel, nogmaals, ik wil de uitkomst niet bagatelliseren, maar om nou standaard de conclusie te trekken dat dit representatief is voor alle ondernemers, is wellicht ook iets te kort door de bocht. Een van de dingen die we wel hebben gedaan om te kijken van hoe kom ik nou makkelijker met vooral die kleine bedrijven in contact. Want weet je, met college, we komen bij Koosun, we komen bij JMT, we komen bij alle grotere bedrijven. Maar hoe zorg ik nou dat ik ook het gesprek met de kleinere bedrijven aanga? Nou, daarom zijn we gestart met het concept In Gesprek Met. We hebben er inmiddels één gehad met alle ondernemers die in het centrum van Dinsloord zaten. Dus zowel de horeca als de detailhandel als de gewone. Nou ja, die heb gezien dat we er waren. Voor 11 deze, of 10 december, ik moet de datum goed zeggen, staat er zo'n In Gesprek Met avond gepland met ondernemers van Reinierpolders. Voor januari en februari hebben we ook, omdat we natuurlijk met arbeidsmigranten bestuursopdracht bezig zijn, in de planning staan om met de kassenbouwers en met de boomkwekers en fruitkwekers aan de slag te gaan. Maar daarna wil ik ook een keer gewoon met alle schoonheidsspecialisten, met alle klusbedrijven, met alle kleine administratiekantoren, juist die groepen mensen waar ik niet zo standaard mee in contact kom, omdat ja, die eigenlijk altijd onder de radar blijven. Maar heel nadrukkelijk dus de aandacht van ons missen. Nou, op die manier probeer ik dat de komende 4 jaar gewoon goed te gaan maken door minimaal 1 keer per maand zo'n In Gesprek Met tafel te organiseren. Waar natuurlijk afhankelijk van de sector natuurlijk de diverse vragen op tafel komen. Ook een punt wat ik dan altijd zou meenemen is ook de werkgelegenheid. We hebben daar donderdag natuurlijk ook wel even over gehad. Maar dat is ook een punt wat ik standaard ook gewoon meeneem in de gesprekken. Hoe ervaart u de aanwezigheid van goed personeel voor uw bedrijf? Wat dan weer bij de mensen die überhaupt dan wel personeel moeten hebben natuurlijk gaat spelen. Nou, verder heeft u in de raadsmededeling al gezien dat we inderdaad inmiddels de toptakenwedstrijd hebben aangepast. We zijn met de centrummanager aan de slag gegaan. Inderdaad zaken die al in de planning zaten, maar het is toch best fijn dat als je zelf al bepaalde initiatieven hebt genomen, omdat je denkt, hey, daar kunnen we verbeterslag maken, dat uit zo'n onderzoek blijkt dat ook daar echt de pijn zit. Dus ja, het is maar net een beetje hoe je er naar kijkt, of dat iets is wat we toch al wilden doen, of dat het iets is wat we dus goed hadden ingeschat, dat we daarmee aan de slag moesten gaan. Ook voor de grote ondernemers, we hebben een voorlichtingsbijeenkomst gehad over criminaliteit en ondermijning kwam er net al even voorbij. We hebben een bijeenkomst gehad over inkoopbeleid. En ja, we proberen dus op die manier, op alle mogelijke manieren, ze toch aangehaakt te houden. Alleen lopen daar wel ook gewoon tegen capaciteitproblemen aan. Ik heb sinds kort ook weer
een medewerker die met recreatie en erfgoed aan de slag gaat. En voor de rest is er daarna één persoon die al het overige economische moet gaan doen. En die is gewoon voor alle bedrijven het contactpersoon. Dus ze is er wel. Alleen ja, ook voor haar geldt dat er meestal maar 8 à 9 uur in een dag zitten. Dus we zullen het echt gewoon moeten doen met de middelen die we op dit moment hebben. En daar proberen zo efficiënt mogelijk mee aan de slag te gaan. Dan vroeg u nog even, van, ja, waarom heeft u voor deze methode gekozen? Ja, we hebben als gemeente goede ervaringen met Waar staat je gemeente? Ook op het gebied van dienstverlening maken we gebruik van hun vragen. En we hebben daarom gewoon gekozen om ook voor hun systematiek te kiezen. En ja, waarom andere gemeenten dat niet doen, geen idee. Dat hebben we niet nagevraagd. Maar we hebben in ieder geval goede ervaringen ermee. En hebben daarom gekozen om met hun aan de slag te gaan. Wat kan ik dan nog meer vertellen? Nog één ding wat misschien wel leuk is om te vertellen. Met OPS is het ook heel voortvarend aangepakt. We hebben, wanneer was dat? September. Begin september volgens mij het eerste gesprek gehad. Er waren nog zoveel open eindjes dat we hebben afgesproken dat we de komende maanden gewoon maandelijks bij elkaar zitten. Om eerst eens te zorgen dat al die open eindjes die nog staan, dat die gewoon eens van tafel gaan. Zodat we daarna gewoon echt constructief als partners kunnen werken aan het ondernemersklimaat in Steenbergen. Want dat willen we gaan doen, gewoon samenwerken met de partners en niet alleen maar puntjes afwerken. Want dat is niet constructief. En ja, dat gaat ook hartstikke goed. Dus ik ben wat dat betreft een blije wethouder economie. Die hoopt ook dat ja, binnenkort ook gewoon zichtbaar gaat worden. Alleen ja, het duurt even voordat je de rendementen zal gaan zien. Maar aan mijn inspanning en onze inspanning zal het in ieder geval niet liggen. Tot zover, voorzitter. Dank u wel, wethouder. Ik kijk voor de tweede termijn. Meneer Huibrechts. Iemand anders? Nee, meneer Huibrechts. Iemand anders. Ja, voorzitter, heel goed om te horen dat de wethouder met allerlei initiatieven bezig is. Uitgebreid in gesprek gaat met diverse geledingen in ons ondernemerswereldje in de gemeente. Dat vinden wij heel positief. Is de wethouder ook van plan om, gaf aan, dit onderzoek was vanuit 2017, om in het jaar 2018 nog een dergelijke peiling te houden? Of zegt u van, wij gaan nu op de ingeslagen weg met werkgroepjes en andere initiatieven. Dat was nog een kleine aanvullende vraag. Wethouder? Ja, voorzitter, het is te doen gebruikelijk dat dit soort peilingen meestal 2 jaarlijks plaatsvinden. En ik moet ook zeggen, als we nu in december 18 hem opnieuw uit zouden gaan zetten, dat het dan wel heel kort is dat ik maar mijn inspanning heb kunnen verrichten. Dus ik ga ervan uit dat hij gewoon voor medio 2019 weer op de planning staat. En ik zie ook graag het rendement van alle inzet. Dus ik kijk er eigenlijk ook wel naar uit of je dan echt ook substantieel... Interruptie van de heer Stoeldraaier. Ja, dankjewel. Ik heet ik Bali. De pasje. Ja, natuurlijk. Ja, ik ben blij te horen dat u zoveel initiatieven ontplooit om het ondernemersklimaat te verbeteren. En dat is ook precies waar het om gaat. Ik hoor u ook zeggen dat u eigenlijk wat te weinig capaciteit heeft om al die dingen uit te voeren, om contacten te leggen en bijeenkomsten te organiseren. Dus eigenlijk zou ik zeggen, zou u niet gewoon vragen om meer capaciteit in deze? En het andere punt is nog, ik zou dit soort onderzoeken echt nooit meer doen. Dit is een onderzoek van niks. Het is 1 op de 10 ondernemers antwoord. Je hebt dan dus 100 respondenten op zo'n onderzoek. En ik heb bij statistiek geleerd, daar kun je geen enkele conclusie uittrekken. In het rapport staat dan nog wel dat het een bepaald betrouwbaarheidscoëfficiënt heeft en dergelijke. Maar dit rapport is absoluut niet betrouwbaar en het is ook niet valide. En straks krijgt u misschien uit dit onderzoek weer hele andere bevindingen waar u in feite niks op kunt baseren. Ik zou zeggen, hou uw centen bij u en ga daarvan capaciteit in kopen. Wethouder? Ja, ik...
Ik vertrouw erop dat door alle inspanningen we in ieder geval ook de volgende keer een hoger respondentenaantal zullen gaan halen. En dus inderdaad met een beter, een validerder rapport komen. En zoals ik net al in mijn eerste termijn aangaf, weet je, ik wil de inhoud niet bagatelliseren. Want er staan echt wel een aantal punten in die ik denk van ja, als we ons gewoon in de spiegel kijken, zijn er gewoon onderdelen die voor verbetering vatbaar zijn. En dan gaan we gewoon mee aan de slag. En ja, als u zegt ik gun u meer capaciteit, dan denk ik dat uw motie of amendement bij de perspectiefnoten wel tegemoet kunnen zien. En wie weet wat er dan nog voor moois mogelijk is. Meneer Stoeldraaier, interruptie. Nou, u mag de uitkomsten wat mij betreft best bagatelliseren. Daar heeft u het volste recht toe, want het onderzoek deugt gewoon niet. En als u straks weer zou onderzoeken, dan zou ik zeggen, doe het dan alsjeblieft niet op deze manier. Ga het dan gewoon heel anders doen. Een onderzoek wat echt betrouwbare resultaten oplevert. Wethouder. Gelukkig hoeven we dat besluit vandaag nog niet te nemen. En tegen die tijd zullen we goed aan uw advies van vanavond terugdenken. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. We sluiten hiermee het onderwerp maar af. Dan zijn we bij de inkomensstukken, mededeling en toezeggingen over sociaal domein. Daar zijn geen vragen of opmerkingen over binnengekomen. Er zijn wel een drietal over de portefeuille ruimte en economie. Wat betreft deze onderwerpen, korte vraag. Kort antwoord en geen inhoudelijke discussie hierover. We beginnen bij toezeggingenlijst punt 7, D66 van der Spelt. Meneer Van der Spelt, pardon. Ja, op de interruptiemicrofoon, meneer Van der Spelt. Ja, ga je gang. Dank u wel, voorzitter. Nou, eigenlijk hebben we geen vragen aan de wethouder. Betreft die namelijk over de parkeerplaats aan de Westgroenweg in Dintloord. Wij willen hier graag dat er meer onderzoek naar gedaan wordt en daarom vragen wij dit te laten staan op de toezeggingenlijst. Ik wil hem laten staan. Ik denk dat de wethouder aankijkt dat hij dat zo knikkend kan beamen. Ik ga niet op. Nee, maar hoe wij met u dat ook goed vinden. Akkoord, dat gebeurt. Ja. Dan ligt er een brief van Stadlander over de Finchwoningen. Dat was punt nummer 4. En daar wil mevrouw Arif van Gewoon Lokaal iets over vragen aan wethouder Baarmans. Dank u wel, voorzitter. Ja, en er zijn in de maand oktober weinig dingen geweest waar ik zo chagrijnig van werd als van woningcoöperatie Stadlander. En dat had alles te maken met de raadsmededeling waarin ze aangaven, heel erg last minute, niet over te gaan tot de bouw van Finch-woningen op buiten de vesten. En daar hadden ze dan een aantal punten, hadden ze daarvoor een aantal redenen. En dus beëindigde die brief met de mededeling, we moeten onze middelen zo goed mogelijk inzetten voor onze doelgroep. En daarmee bedoelden ze blijkbaar de kern Halsteren. Want daar worden we vervolgens wel 24 Finch-woningen gezet. En daar werd ik dus voor de tweede keer heel erg chagrijnig van. Nou is het gelukkig zo dat er voor ons al nieuwe melders zijn die Finch of kleine, hoe heet ze, tiny houses willen gaan bouwen. Maar ik wil wel aan de wethouder vragen of zij alsjeblieft eens een goed gesprek wil gaan aangaan met de Stadlander. Want ik krijg toch het idee dat deze woningcorporatie een soort van uitsterfconstructie toepast op deze gemeente. En ik zou dan ook graag willen weten of dat inderdaad zo is. Want dan kunnen we misschien andere maatregelen gaan nemen. Kijk je rond, geen suggesties. Wethouder Baartmans. Ja, voorzitter. Een mooi betoog. Ook voor ons kwam het als donderslag bij helder hemel. Maar u weet hoe het vervolg is gegaan. We hadden de dag daarna hadden we bij de Veste een persbijeenkomst en met de bouwers en ontwikkelaars. En toen waren er al gelijk een paar ontwikkelaars die zeiden van, oh, daar gaan wij het wel doen. Dus er is echt heel veel belangstelling voor. We hebben ook ikpraatmee.nl, dat is een nieuwe gemeentelijke site, waarin we proberen de meningen van onze mensen, onze inwoners te peilen. En daar hadden we de tiny houses opgezet. En we hebben daar meer dan 100 reacties op gekregen en bijna allemaal positief. Dus het is wel degelijk belangrijk dat we ook voor mensen die alleen zijn en die een smalle beurs hebben, dat we daar huizen voor bouwen. En dat gaan we ook gewoon doen, want wij geloven de Stadlander niet. We zijn eigenwijs geweest en het resultaat komt eraan. Dus dat is heel fijn. En ik ga met wethouder Krook volgende week naar Stadlander. Gezellig. Ja, dat vind ik ook. We gaan met z'n tweeën. Waar is nog een korte suggestie?
Nou ja, als, ik vind het leuk dat de wethouder met wethouder Krook op pad gaat. Maar als ze dan in ieder geval dit punt maar heel erg nadrukkelijk onder de aandacht brengt. Ja, het is zorgwekkend dat een woningcorporatie blijkbaar over dusdanig weinig visie beschikt dat ze dit soort kansen laat liggen. Dat is een toezegging van de wethouder. Ik ben blij met de steun. Een blije toezegging. Akkoord. Dan komen we bij de laatste, een brief van bestuur van de MUSA. En daarover willen het woord voeren meneer Huibrechts van CDA, meneer Sluiters van de Volkspartij en meneer Van der Spel van D66. En doen we in die volgorde. We beginnen met meneer Huibrechts. Korte vraag, kort antwoord. Ja, voorzitter, we hebben de brieven, de mailwisseling kunnen volgen in de ingekomen stukken. Ik wil aan de wethouder vragen van waar zitten nu precies de pijnpunten? MUSA-bestuur heeft een aantal keer aangegeven wat zij graag aangepast wil zien. Dat lijken ons inziens geen hele grote vragen. Kan de gemeente het MUSA-bestuur in zoverre helpen dat zij op een goede, ordentelijke manier hun feest kunnen blijven organiseren op die locatie? Dank u wel. Meneer Sluiters van de Volkspartij. Ja, de Volkspartij vindt de MUSA ook een heel belangrijk feest, zeker voor de inwoners van Denteloord en ver daarbuiten. En agenda punt 15 dit dus, ingekomen stukken ruimte economie. De Volkspartij wil graag het volgende stuk, dus dit stuk, voor de volgende oordeelvormende vergadering. Agenda punt 15, de ingekomen stukken, meldingen en toezeggingen in ruimte economie. Bij punt 15 bestuur, doorzetten naar de volgende vergadering. Agenderen dus. Ja, agenda. Okay, ja. Prima, dank u wel. Meneer Van der Spel, D66. Ik pak lekker deze lekker dichtbij, dus ook de officiële microfoon. Wij hadden dezelfde vraag als de heer Sluiters om te vragen of dit, tenminste te verzoeken om dit te agenderen voor de volgende vergadering. Ik kijk even naar meneer Huibrechts of die misschien hiermee mee wil gaan en zijn vragen, de beantwoording van zijn vragen wil uitstellen tot ook wij hem kunnen behandelen in de oordeelsvormende vergadering. Maar dat is eventjes een hele brutale vraag en ik laat hem maar nu. Ik ga eerst de wethouder even het woord geven. Ik kan hier in ieder geval kort reageren. Zoals ik zei, kort antwoord en dan kunnen we daarna even spreken over die agendering. Voorzitter, dank u wel. Ja, ik heb nog niet echt met het bestuur van de MUSA gesproken. Ik heb ze zelf uitgenodigd op ons initiatief. En dat gesprek vindt plaats morgen van 4 tot 5 met het bestuur van de MUSA. Ja, ik zou ook wel eens willen weten waar nou precies die pijn zit. Want ik zie gewoon dat wij proberen alternatieven aan te bieden. Meerdere alternatieven. Waar steeds maar niet, waar steeds afwijzend op wordt gereageerd. En dat vind ik zo jammer. Want we moeten toch samen tot een compromis zien te komen. Het plan is al aangenomen door de gemeenteraad. Wordt gedragen door het hele dorp. Alleen de MUSA, dat is nog even een probleem. Ja, dus daar wil ik morgen graag achterkomen. Nee. Ja, voorzitter, dat hebben we ook kunnen lezen in de stukken. U draagt ook alternatieven en suggesties aan die voor een organisatie zo verschrikkelijk veel extra geld gaan kosten dat daarmee het festival moeilijker te organiseren zal worden voor zo'n bestuur. Dus ja, wat dat betreft denk ik dat u elkaar toch in het midden zal moeten vinden, proberen te vinden morgen. Dat is altijd netjes, wethouder. Voorzitter, dan zou ik dan graag willen weten waar die extra kosten in zitten. Maar ik zal inderdaad proberen om in het midden uit te komen. In het midden van het dorp weer. Bij die glasbakken. Ja, dank u wel. Er ligt een verzoek van de vergadering van 2-3 fracties om het onderwerp te behandelen in de komende oorlogsvormende vergadering. Dat is het probleem een klein beetje dat volgende maand opnieuw de agendas in elkaar zijn geschoven. Wege alle argumenten. Pardon? Niet? Maandag hebben we windmolen. Ja, vanwege andere ja, precies. Want de windmolen zit ertussendoor. Vandaar dat de agendapunten bij elkaar zijn geschoven. Dat betekent dat de agenda zwaar belast is. En we hebben in de agendacommissie over gesproken om voor de rest geen punten meer toe te voegen. Mijn voorstel zou zijn dat de wethouder morgen een gesprek heeft met het MUSA-bestuur. Dat wij daar een raadsmededeling over zouden kunnen krijgen wellicht. En dat wij die in januari dan inhoudelijk gaan behandelen. Is dat een goed idee? In december wordt dan snel. Akkoord? Mogen we dat zo met elkaar afspreken? Ja, dat werd daar gezegd. Dank u wel. Dan is daarmee dat punt ook afgerond. Dat brengt mij bij de sluiting. Toch geen 9:30 keurig. Ik dank u wel hartelijk voor uw inbreng en wel thuis. Ja.